Vrijdagmiddag 13 november. Het is vrijdag de 13e, 2020. Een nieuwe vrijdagmiddagborrel met Simon Tjommer. Geluksdag. Jouw geluksdag? Nee, 13 november. Oké. Okay. 13 vrijdag bedoel ik. Lekker begin van de vrijdagmiddagborrel. Lekker Simon. Niet gedronken, toch al hele zinnige teksten. Frank van Mosveld, welkom. En Koen Stam, welkom. We zaten er eigenlijk al lekker in. We hadden het over Oranje. We hadden het over, ik vroeg aan jou, hoeveel jongens die jij onder je hoede hebt gehad die dit jaar gedeputeerd hebben. Er zijn er vier, toch? Of niet? Ja, het zijn er vier. Ja. Oké. Okay. En van wie had je het niet verwacht? Die je, toen, je moet wel goed in de microfoon praten. Van wie ik het niet verwacht? Ja, dat is altijd dat is heel moeilijk te zeggen. Of van wie ben je het meest verbaasd die er nu bij zit? Ik vind wel dat Teun Koopmeijners zich op een gegeven moment echt heel erg snel heeft ontwikkeld. Ja. En toevallig zat ik van de week nog beelden te kijken van AZ onder 19. Ja. En als je ziet hoe Teun toen was, ook qua postuur en hoe hij nu is. Ja. Dat is een bizarre ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. Ja. Ik vind het wel mooi. Er zit iemand in de chat. Zit Koen Stam niet meer bij AZ? Nou, ik denk als Koen Stam bij AZ zou zitten, dan die niet in zijn Feyenoord trui aan zou hebben. Nee, inmiddels trainer bij... Statement trouwens, dat in een Feyenoord kleed. Hij is gelijk vanuit de club hierheen gekomen. Trainer van Jong Feyenoord. Over Owen Wijndal, een van de debutanten of die er nu bij zit. Ik kreeg een herinnering op mijn telefoon dat we vorig jaar om deze tijd bij Jong Oranje zaten. En toen gingen we Owen interviewen over Jong Oranje. En toen stond de bondscoach Ern van der Looy. We zaten met Ern te praten. En toen kwam Owen aan. En die zei, trainer, bent u goed met de bondscoach? Dus Erwin zei, ja, hoezo. Kunt u goed woordje van mij doen voor linksback? En wij zitten echt, en we denken, wat is dit? Maar dit is gewoon Owen Wijndal, die oprecht denkt dat de trainer van Jong Oranje even een goed woordje voor moet doen bij de bondscoach. En een jaar later staat hij gewoon in de NL zelf dan. Hij heeft Erwin goed gedaan. Ja, ik denk dat het wel... Nee, maar het is wel eigenlijk bizar hoe snel dat gaat, toch? Als je nu ziet met Teun Koopmeijners, Owen Wijndal. Ja, maar je ziet ook wel dat ze presteren in de competitie. En ja. Owen is natuurlijk al heel lang... Kijk, we kunnen zeggen, je ziet hem nu in de nationale elftal, maar hij gold al heel lang als groot talent. Het was eigenlijk verbazingwekkend dat Thomas Ouwejan nog voor hem ging staan op een gegeven moment. Omdat hij het gewoon beter deed. Om Owen niet de prestatie leverde die kon brengen. Nou ja, en stap voor stap heeft AZ hem toch de ruimte gegeven om die positie weer in te vullen. Thomas ging op gegeven naar middenveld. Nou, eigenlijk vanaf dat moment is het als een raket naar boven gaan. Wat wel iedereen verwacht had trouwens bij hem in die fase al. Was zelfs een beetje eerder al verwacht, hè? Dat hij tenminste vast bij AZ zal zijn. Het duurde nog lang, omdat de potentie die was er al. Alleen hij was nog wel slordig en hij was soms nog wel gemakkelijk. En daar heeft hij op een gegeven moment echt een stap in gemaakt en... Is hij ook in de basis gaan staan en er nooit meer uitgekomen? Nee. Nee. Wat mij vooral bij hem heel erg aanspreekt, is dat hij altijd wat aan de bal goed kon. En dat hij zijn werk verrichtte op een gegeven moment was goed. Maar het werk wat hij nu levert, de kilometers die hij maakt, ook de positiekeuze die hij nu maakt, heeft hij wel echt geleerd in de afgelopen anderhalf jaar. Ja. Dat is wel heel sterk. We zeggen wel vaker dat je voorspellende gaven hebt. Vorige week zaten we in de vrijdagmiddelborrel. Toen hadden we het over. Gingen de wedstrijd een beetje bekijken. Welke trainer vliegt het eerste uit dit weekend? Uiteindelijk heb je gelijk gekregen, want jij gokte hier. Nee, jij dacht bij Fortuna. Ik dacht bij ADO. Nou, uiteindelijk ging iets sneller dan bij Fortuna. En toen dacht ik, ja, de volgende week hebben we gewoon een algemeen directeur die hier te gast is. Maar op zich, nu is het een rustige periode, hè? Het is heel gek als je nu opeens een trainer uitgooit, toch? Als er niet gevoetbald wordt. Of heb je nieuws? Zeker, maar nee, onze training gaat er niet uit. Hoor. Nee. Dus wees niet bang. Maar hoe kijk je dat van een zijkantje naar? Dat er nu in deze, zijn voor mij 8 wedstrijden gespeeld, dat er nu al zoveel trainers op straat staan. Of vertrokken zijn, zoals Van der Brom, die vertrokken is. Nou ja, dat is denk ik een totaal andere situatie. Want die maakt een stap omhoog, die keuze maakt hij en de club werkt mee.
Maar ja, bij twee conculega's nu al de trainer ontslaan. Ja, ik ken de interne situatie nee, tuurlijk niet. Maar het is wel in mijn ogen wel raar. Want volgens mij is er niet veel wezenlijk anders dan 2 maanden geleden toen we met elkaar aan de slag gingen. Dus. Ja. En sowieso bij Hofland en bij Rankovic had ik allebei het gevoel, want dan ben ik een beetje interviews terug gaan kijken aan het begin van het seizoen. Nou, Rankovic, hè, de krijger, wordt gepresenteerd. Hè, hiermee gaan we het nieuwe ADO bouwen. Fortuna Sittard, Kevin Hofland, hè, is een trainer voor de lange termijn. En dan ja, zijn we 3 maanden verder en dan is het... Ja, je ziet natuurlijk bij Fortuna Sittard, nou ja, ook bij ADO, maar bij Fortuna Sittard zie je natuurlijk de emotie. Het was de bedoeling was... Ja. Aankopen voor het eerst met Rienstra, grotere namen met Seuntjens. Wij willen rond de 10e plek eindigen uiteindelijk, het liefst nog in het linkerrijtje. Of het realistisch is, daar hebben we het niet over. Nee, maar dat is wel de belangrijkste vraag, denk ik. Nee, ja. Ja, maar goed, is dan diegene die de doelstellingen uitzet, is die altijd realistisch? Heeft hij dan het juiste eind? Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens, want ik denk dat Fortuna blij kan zijn als op 12... 13 eindigen dit jaar. Nee, ik denk dat het goed. Niet gezien wat ze nu presteren, maar ook gezien de selectie die ze hebben. Ja. En ja, als het dan niet uitkomt en iemand neemt al zo'n beslissing en zegt al, we willen daar eindigen. En Kevin is natuurlijk ook niemand die op zijn mond is gevallen, die ook nog zegt wat hij denkt. Nou ja, en dan kan het natuurlijk met een eigenaar of met mensen die daar aan het roer zijn heel snel botsen. En ik denk dat dat uiteindelijk de factor is geweest waarom die moest gaan. Ja, maar het is natuurlijk wel gek, terecht wat Frank zegt, dat weet je, het verwachtingspatroon, is dat dan wel realistisch? Als je kijkt naar Fortuna bijvoorbeeld, vorig seizoen stonden ze precies op dezelfde plek voor mij. Precies een aantal even punten. Toen kwam ook Feyenoord. Toen werd er voor mij met 4-2 gewonnen, die wedstrijd was dat toen. Toen kwam de ommekeer, ging alles goed. Maar ja, ik vraag me dan altijd af, wie kan je dan eigenlijk wat verwijten? Als het verwachtingspatroon misschien niet realistisch is. Nou ja, of misschien dat je iemand nu al afrekent terwijl het proces nog gaande is. Nou ja, vooral de directie. Wat er nu bij Fortuna gebeurt, moet je bij directie kijken. Heb je wel de goede beslissing genomen in het begin van het jaar? Heb je ook de goede beslissing genomen met doelstellingen uitzetten? Heb je met de trainer goed gecommuniceerd? Wat wil je bereiken dit jaar? En ook dan, waarom lukt het niet? Kijk, een trainer kan ook verzoenlijk werk leveren op trainingen. Of je kan ook een hand van de trainer zien. Dat is zo'n mooi woord, hè? De hand van de trainer. Nou, bij jullie zie je de hand van de trainer trouwens wel. Ja. En dan kijkend, is het allemaal ingezet wat we in gang hebben gezet? Oké, waarom blijven de resultaten uit? Creëren we wel kansen? Komen we wel in een bepaalde linie? Staan we defensief wel goed genoeg? Nou, als je daar concludeert van het team pakt het niet op. Ja. Ja, dan kan je ook aan de hand van een speelwijze zeggen, het is niet gelukt. Nee. Maar dat is niet het geval bij Fortuna. Voor we serieus doorgaan, wil ik zeggen dat Robbie een belangrijke mededeling heeft voor jou, Frank. Want Frank was de crush van mijn zus toen hij nog in Tilburg voetbalde. Oh. Nou, dit maakt jouw dag. Dat jij toch de crush was van de zus van iemand in onze chat. Ja. Dus uitstekend. Ja. Nee, wat ik weet wie dat is, maar... Ja, nu ben ik ook wel benieuwd of die crush wederzijds was. Ik weet niet of mevrouw van Mosveld meekijkt, maar... We hebben nu zo'n algemeen directeur. Nou, je hebt een speler, begeleider van spelers en een trainer. Die hele dynamiek is natuurlijk wel... heel anders voor iedereen. Want ik kan me voorstellen bij jou, Koen, weet je, dat als jij trainer bent, dat jij vaak nog het gevoel hebt, ik kan hier nog wel wat uithalen. He, voor mij, ik moet even goed nadenken, voor mij ben je nooit ontslagen? Nee, nee. Niet. Nee, maar niet. Misschien is het wel eens een keer die kant op gaan. Maar dat je wel het gevoel hebt als trainer van, ik ben dagelijks bezig met die gasten. Die directie, die luistert wel naar mensen, maar die heeft eigenlijk weinig zicht op het hele proces. Misschien kan je me daar zo misschien in verbeteren als ik dat niet goed zeg. Maar dat een hele andere dynamiek is voor iedereen die daarin zit op zo'n moment. Hmm. Nou ja, ik denk vooral dat je met elkaar een seizoen in gaat. En natuurlijk, die trainer is de belangrijkste persoon binnen die groep. Maar ik denk dat je als club een bepaalde visie en beleid hebt. En dat stem je daar kies je je trainer bij. In mijn ogen gaat het vaak fout dat het andersom gebeurt. Ja. De trainer halen ze binnen en vervolgens heeft hij een bepaalde visie. Ja. Nou, ik denk wat je nu zegt is wel heel belangrijk. Vind ik heel interessant. Ja, dat vind ik namelijk heel belangrijk wat je nu aangeeft. Dat is juist een grote, nou ja, fout laten we zo noemen. Maar een punt ook bij clubs waar ik het totaal niet mee eens ben. Dat je een trainer binnenhaalt die niet bij de filosofie past die je van tevoren hebt uitgestippeld. Maar zowel ADO als Fortuna hebben dat toch nu ook benoemd bij de aanstelling van Rankovic en bij Hofland. Dat zij vonden dat die je juist heel goed bij paste. Nee, ik heb het nu niet over die twee. Ik vind het puur interessant omdat Frank dat zegt. Ja. Nou, ik kreeg ook bij mijn UEFA Pro, kreeg ik ook de vraag van... er zat iemand in dat panel, dat was ook een technisch directeur. En die zei, nou wil ik jou aannemen als trainer. Ja. Maar wat is dan jouw visie op voetbal? Dus ik stelde hem de vraag, nou het lijkt mij toch dat jij een visie hebt op voetbal. En dat je daar vervolgens een trainer op selecteert. Ja.
Ja, en die TD, die schrok daar ook echt van. Die dacht echt van, Nee, maar zo werkt het helemaal niet. Maar als je kijkt naar het hedendaagse voetbal, en niet alleen in Nederland, maar überhaupt ook in Europa. Ja, heel veel clubs worden natuurlijk geleid door mensen die zelf daar helemaal niet voor opgeleid zijn. En ik zeg dat terwijl daar komen we, daar gaan we. Daar wouden we heen. Dat is echt de bedoeling van de hele club. Dat is ook wel goed, Dat is pijnlijk genoeg, is dat wel de situatie. En dan ben jij een trainer en je bent geschoold om een visie op voetbal te hebben. Visie op spelers, visie op het begeleiden van spelers. En vervolgens word je 2 maanden later eruit geschopt door iemand die nou, het is heel. We hebben Ivar Hageman hier gehad. Ivar Hageman houdt zich bezig met innovatie bij Heracles, maar ook binnen de KNVB houdt zich daarmee bezig. En die vertelde mij dat voor mij het verloop van directeur in het betaalde voetbal 3 jaar is, zeg maar. De gemiddelde looptijd en dat soort dingen. Trainen ook, toch? Ja, maar eigenlijk zit je als directie, zit je natuurlijk voor de lange termijn om iets neer te zetten en dat soort dingen. Maar ja, heel veel mensen, en dat bedoel ik niet lullig, want ze zitten hier met 3 oud-voetballers, hebben geen idee. Nou, een visie ontwikkelen, maar hoe stippel je dat ook uit? En hoe werk je daar naartoe? En wat kom je onderweg tegen? En hoe pas je daarop aan om uiteindelijk vast te houden aan die visie? Daar heb je wel wat voor nodig om überhaupt een visie uit te kunnen schrijven en ook daar daadwerkelijk naar te gaan handelen. Ja, maar daarom is Frank ook algemeen directeur. Dan heeft hij langer de tijd. Dan hoeft hij niet naar 3 jaar. Ja, maar voorheen was je ook technisch en algemeen, toch? Ik ben het volledig met Koen eens. Het is natuurlijk heel vreemd dat je, als jij je coach betaald voetbal wil halen, is eigenlijk heel goed dat je daar een bepaalde ervaring voor moet opdoen. Een aantal opleidingen. Komt een aardig financiële component bij kijken. Ik overdreven vind trouwens. Hoezo? Okay. Het is veel te duur om hoofdtrainer te worden in Nederland. Ja, de hele opleiding kost zoveel geld. Dat levert in ieder geval wel een drempel op, waardoor sommige mensen het niet kunnen. Maar misschien een andere discussie. Maar het is wel raar inderdaad dat de beleidsbepalers, dat er eigenlijk de bakker op de hoek kan die functie. En die moet dan volgens Koen gaan beoordelen of die wel of niet goed zijn functie uitoefent. Dus, maar wat is jouw idee dan, hoe dat dan wel zou moeten? Eigenlijk idealiter in de toekomst? Nou ja, toevallig is dat door de KNVB al opgepakt. Vorig jaar al zijn we met de jonge generatie bij elkaar gekomen. En eigenlijk in Engeland is het voorbeeld ook dat daar een soort ontwikkelprogramma voor TD's, AD's is ontwikkeld. Nou, niet toevallig beginnen we daar met een groep van 11 TD's en AD's volgende week aan. Ontwikkelprogramma vanuit de KNVB. Als je het mij zou vragen, zou ik zeggen, we hebben allerlei licentie-eisen van lichtsterkte tot de certificering van de trainer tot de lengte van het gras. Ja. Zorg in ieder geval dat die AD of die TD ook in ieder geval een bepaalde achtergrond heeft. Dan zorg je 1 voor dat er geschoolde mens zit en 2 dat het verloop niet zo groot is. En daarnaast, dat verloop, dat zit hem natuurlijk ook in clubs waar het bovenin de structuur niet goed geregeld is, waar het onrustig is. Ja. Ik denk dat we ze allemaal zo in een lijstje kunnen zetten. Ja. Dat is niet per definitie de basis om... Maar met die 11, wat moet we daarvoor gaan stellen wat jullie gaan doen dan? Wat ik zeg, het is een ontwikkelprogramma vrij breed. Dus van leiderschap tot vakinhoudelijke kennis zijn 3 thema's. En ga je enerzijds aan jezelf ontwikkelen en anderzijds branchespecifiek kennis opdoen en met name ook kennis delen. Ja. Ook een beetje bedrijfseconomie achtergrond erbij halen? Als TD, als AD? Precies. Alles wat bij de functie betrekking heeft. Dus ook inderdaad financiële aspecten. Waar we natuurlijk al mee te maken hebben met licentie-eisen en financiële zaken. Dus alles komt daarin terug. En nogmaals, wat Koen zet, kan ik alleen maar beamen. Ja. Ik vind het wel interessant. Wie is eigenlijk degene die jou begeleid heeft op het moment dat jij algemeen directeur werd? Heb je een spanningspartner? Of iemand waar je gewoon altijd met je vragen terecht kan? Nou ja, in het begin, want ik was net een anderhalf jaar van het veld af, ben ik al met Remco Overzier, mijn voorganger, meegelopen. Nou, daar heb ik echt heel veel aan gehad. Zowel in het traject daarnaartoe gaand, want in de voetbalrij is niks zeker. De planning was om daar ergens een keer in 2018-19 over te nemen. Ja. Dat was zomer 2017. Maar ook terwijl ik er zat, heeft hij mij daar nog enorm in begeleid. En daarnaast heb ik zelf goede ervaring gehad met Mo Allag. Dus dat was voor mij iemand waar ik regelmatig mee klankboorde. Maar tegelijkertijd, want ik heb ook een aantal opleidingen gedaan. Ja.
ja, is heel cliché, maar aldoende leert men. Maar ik dacht ongeveer dat ik 30% wist, of 100% wist, was ongeveer 30%. Ja, ik kan me voorstellen. Dus dat is ook echt zo, is wel echt een ervaringsding. Alleen, ja, daar moet je ook de tijd voor krijgen en dan kom je weer terug bij... wat voor club zit je, hoe is die structuur daar? En het allerbelangrijkste is, hoe manage je de verwachtingen? Wat zijn de verwachtingen? Ja. Want ja, als jij in de eerste divisie speelt en ieder jaar roep je dat je kampioen moet worden en je wordt ieder jaar zevende, ja, dan kun je één ding zeker weten, dan is het ieder jaar een andere trainer. Maar misschien moet je dan eens gaan kijken of die verwachtingen wel realistisch zijn. Ja. Waardoor die trainer eventueel ook gewoon de tijd krijgt om zijn plannen en zijn visie uit te werken. Dus dat is in ieder geval vanaf buitenaf, vind ik het ook raar bij Fortuna. Die hebben eigenlijk 2 jaar lang een situatie gecreëerd, ja, waarvan we allemaal denken van ja, oké, dat kan niet, want hij had geen papieren. Maar en nou is hij er eindelijk daar en dan wordt hij na 8 wedstrijden afgerekend. Ja, sorry, maar... Nee, klopt. Ja. Nou, ik ben met je eens. Kijk, ik vond het heel mooi, voor mij een maandje geleden stond een heel artikel in NRC over Leen Meijaard. Die naam zal nooit iemand iets zeggen, stond in het NRC. Voor mij nu president-commissaris van de RFC van Ajax, een enorm goede zakenman, werkt voor Blackstone, een van de grootste investeringsmaatschappijen wereldwijd. Maar die heeft dus aan de achterkant steeds met Van der Sar lopen schakelen. Ja. Gewoon een beetje begeleiden. Gewoon hoe het eraan toe gaat in de echte wereld. Los van de voetbalwereld, gewoon maar de zakenwereld. En ook nu die beslissingen die nu allemaal worden gemaakt, bijvoorbeeld bij Adenhaag, door eerst alle oude jongens eruit te gooien, te slijten met jonge jongens te gooien. Voetbal inhoudelijk kan je er zo van vinden. Maar ook wat betekent nou eigenlijk voor de korte termijn op financieel gebied, maar ook voor de lange termijn als je dit doet. Ik denk dat er gewoon zo weinig kennis aanwezig is in de voetbalwereld eigenlijk, hoe je hoe je plannen maakt, zowel voor de korte termijn en de lange termijn, maar ook daar echt aan vasthoudt. Want ik denk dat iedereen een hele mooie presentatie kan maken in PowerPoint en dat willen we doen. Maar ja, wat jij net zegt, jouw aanstelling is al een voorbeeld hoe het in de voetbalwereld gaat. Je zou eigenlijk 2018 of 2019 de functie gaan bekleden. Nou, dat gebeurde. Dat was mijn ambitie. Laat ik zeggen. Ja, nee, maar dingen veranderen. Maar ja, juist hoe dingen veranderen. Ja, ik denk dat daarvoor heb je goede managers nodig die dat weten te begeleiden. Toch? Ja, ik zou wel willen weten, waar is Remco? Remco is weg uit alle... Is naar NEC gegaan. Zeg. Is nu bij Zeg. Maar is het niet verbazingwekkend? Ik was zeer gecharmeerd van Remco. Was toen ook bij jullie bij RKC, na mijn carrière eigenlijk, om te kijken hoe de opbouw is met alles. Bijna spelen nog. Maar... Ja, weet ik. Ja. Ja, uiteindelijk niet gedaan, hè? Nee, en daar was ook trouwens de... Frank wilde de portemonnee niet trekken, toch? Nee, dat wilde ik nog. Oh. Nee, het leuke was Toen zei Frank al, we gaan niet de portemonnee trekken voor Tjommer. Ja. Nee, maar Remco gaf mij het voorbeeld van Frank. Want mijn doelstelling was natuurlijk ook om te leren om iets op te kunnen bouwen van na het voetbal. En de doelstelling was toen ergens naar RKC komen en een traject ingaan bij RKC maatschappelijk om te leren. Ja. En ik was ook zeer gecharmeerd van Remco. Ook in die functie, ook de visie die hij had, ook die uitstraling. Maar ook hoe hij het echt kon verwoorden, wat de doelstellingen waren. Helemaal niet overschat, ook niet onderschat. Gewoon duidelijk en realistisch. En vind ik het heel zonde dat hij naar een club gaat als NEC. En dat is eigenlijk een persoon die wij in mijn ogen heel goed kunnen gebruiken op een dergelijke positie. En die gaat dan weg uit de clubwereld. Nou ja, je hebt net over kennis, kunde en lange termijn visie kunnen hebben. Nou, dan is Remco in het buitenstek die dat heeft bewezen. En dat bedoel ik te zeggen. Er wordt heel vaak korte termijn gedacht. En op zich is dat begrijpelijk, want het is een dynamische wereld. En er moet gepresteerd worden, dus druk van buitenaf. Alleen dan kom je weer terug bij. Dan gaat het om dat je met elkaar de verwachtingen goed managt. Ja. Dus als je met elkaar zegt, ja, we halen nu 4 spelers en nu worden wij 10e. Ja, dan gaat iedereen denken dat je 10e wordt. Ja. Ja, maar het is dus de reden omdat Remco verzoenlijk wil werken, op lange termijn visie, is dat misschien ook bij sommige clubs het geven dat je dan niet aanvaard wordt en naar kot niet succes. Dus dan, ik denk dat het heel vaak te maken heeft met dat clubs prachtig vinden, 5-jaren plan, 10-jaren plan, maar als er dan na 3 weken niet gewonnen wordt en je gaat 3 weken op rij verliezen. Ja, dan begint Koen, is dan de marketingdirecteur van een groot bedrijf dat sponsort. Zeg, ja, hallo, ik wil volgend jaar niet in de eerste divisie met mijn merk. Wat gaan we eraan doen? Ja. Dat bedoel ik, daar onderscheiden gewoon goede managers zich van. Die zeggen, ja, superleuk, ik waardeer het enorm dat je elk jaar 10 euro aan ons geeft. Maar ja, wij maken de beslissingen. Precies wat je zegt, gaat erom dat je
of het nou goed gaat, slecht gaat, eerste visie, Eredivisie. Het gaat om dat je transparant bent en dat je naar jouw stakeholders kunt uitleggen, hier zijn we mee bezig, hier staan we en daar willen we naartoe. Ja. En nogmaals, dat moet je doen als het slecht gaat maar, en als het goed gaat. Dat is een mooi voorbeeld nu. In mijn ogen nooit. Nee. Want anders kom je altijd uit bij paniek of bij beslissingen die ingegeven worden door de druk van buitenaf. Ja. Ja. Dat is nou juist wat je in de top moet kunnen managen. En dat lijkt me ook voor mij, ook voor Koen, weet je, we hadden het erover, weet je, over dat je bent soms gewoon een speelbal als trainer. Weet je kan, stel, hè, jij gaat nu, hè, Utrecht belt, hè, Jordi Zuidam belt je nu, nee, je hebt net je telefoon uitgezet, niet zo slim, maar Jordi belt jou, kom bij Utrecht en ambitieus en dit soort dingen. En dan, nou, hè, en we hebben vertrouwen in jou, in hoe je werkt, hoe je bij Jong AZ hebt gewerkt. En allemaal mooie praatjes, maar eigenlijk is dat niks waard in het voetbal. Want elk belofte die er gedaan wordt, die wordt bijna nooit nagekomen. Nee, en ik denk tegelijkertijd dat AZ daar dus wel een heel mooi voorbeeld in is. Omdat zeker. Het beleid van die club die is dusdanig goed. Die hebben een hele heldere visie. Die hebben een bepaalde manier van spelen. Die streven ze na. Op die manier trainen ze ook. Op die manier leiden ze spelers op. En ze zoeken er ook een trainer bij. Nou, en ik denk dat dat de manier is hoe je uiteindelijk als trainer ook succesvol kunt werken. Als dat er niet is, nou, dan word je gewoon een speelbal. Ja. En kijk, heel simpel voorbeeld. Maar als zou ik nu trainer worden van een willekeurige club. En die club heeft drie aanvallers die alle drie een voorkeur hebben om in de bal te spelen. Die hebben middenvelders die niet diep gaan en die hebben geen backs die eroverheen komen. En dan kun je van mij verwachten dat ik heel aanvallend voetbal ga spelen. Gaat mij niet lukken. Nee. Gaat Pep Guardiola overigens ook niet lukken. Dus uiteindelijk moet je ook gewoon een helder idee hebben van oké, hoe ziet nou een complementair team eruit die kan winnen. Mm-hmm. Ja, en nogmaals, op basis daarvan ga je een team samenstellen. Maar ga je dus ook opleiden. Als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de opleiding van AZ. Ja, AZ wil graag afjagen, hoge druk zetten. Ja, je ziet echt niet in de jeugdopleiding dat daar teams aan het inzakken zijn, bij wijze van spreken. Ja, dat is gewoon, ja. Dat beleid, dat is zo goed. En dan zie je dus ook dat je met hele beperkte middelen gewoon heel succesvol kan zijn. En met zelfs dat perfect voorbeeld, want ik kan me daar alleen maar bij aansluiten over AZ. Er is toch helemaal niemand die ook maar één seconde heeft gezegd, joh, misschien moeten we aan de slot naar vier keer gelijk. Heb ik in ieder geval niet gehoord. Nee, ik ook niet. Maar ik hoorde daar ook nooit zeggen, dit jaar moeten wij kampioen worden. Nee, absoluut. Want vorig jaar ook niet. Op een gegeven moment ga je er wel. Als je dan, wat is het nog, hoeveel wedstrijden waren nog te spelen in februari? Dat je dan op een gegeven moment wel, ik denk intern vooral tegen elkaar zegt. Nee, inderdaad. Maar het is nooit gezegd. Nee. Het was meer dat spelers op een gegeven moment zeiden. Ja, nu willen we, hè, we willen kampioen worden. Dat wel. Maar hij is er nooit op afgerekend. Ik denk dat hij er nu niet op afgerekend is. Dat ze slecht zijn gestart aan het seizoen. Ik denk dat. Nee, kijk, het is natuurlijk ook wel de situatie geweest dat ze gewoon die wedstrijden die ze gelijk speelden ook gewoon bij fases echt heel erg goed hebben gespeeld. Ja. En uiteindelijk geef je het weg of ontstaan maar het is ook een ontwikkeling in een elftal dat je vorig jaar dan groei je naar iets toe, hè, naar de top. Hè. Je kan bij Ajax, je kan aanhaken, maar om vervolgens dat voor een langere periode vast te houden, ja, dat vergt natuurlijk totaal iets nieuws van een totaal jonge selectie die dat allemaal nog nooit hebben meegemaakt. En als je dan ziet tegenover wat er bij Ajax bijvoorbeeld rondloopt. Ja, dat zijn allemaal jongens, of niet allemaal jongens. Maar er zitten allemaal jongens in de as die alles hebben meegemaakt als je dat nu ziet. He, met een Blind, met een Klaassen, dat je voorin een Tadic hebt, een Promes. Allemaal jongens die allemaal in Europa hebben gespeeld, international zijn. En bij AZ, die komen er nu pas. Dus het is ook niet zo gek. Terwijl wat Koen net zegt, het verval bij het team was niet zo sterk. Dus je ziet echt de kwaliteit of het spel was redelijk verzorgd. Tuurlijk gaf ze punten weg en verloren wedstrijden. Ja. Maar als je de gemiddelde neemt van alle wedstrijden, haalden ze nog steeds een hoog niveau. En dan kan je wel zeggen, het is een jonge groep. Ik vond maar dat is waar. Zeg maar, het individu liet soms steken vallen. Ja. Maar ja, Bizot aan het begin van het seizoen haalde niet het niveau wat hij. Dat is de ervaring eigenlijk die ze hebben. Maar in die VVV. Maar dat is AZ. In mijn ogen nu, we hebben ze allemaal of allebei gehad. AZ is veruit de beste voetballende ploeg van Nederland. Ja. En die, ondanks die vier gelijke spelen, blijven zij hetzelfde doen. Daar zit de gedachte achter. Inderdaad, wat Simon zegt. In al die wedstrijden, die eerste helften waren ook geweldig, weergeloos. En dan sluipt er iets in de ploeg. Ja, al ben je de beste van de wereld, als jij vier keer zoiets meemaakt, dan sluipt er erin. Ja. Dat voel je. Ja. We gaan het hier zo uitgebreid nog verder over hebben. We gaan naar iemand. Nou, ik denk niet dat je de meest gelukkige persoon op dit moment bent in Nederland. Maar ik denk dat je toch wel in de top 10 staat. Vlado Veljanoski. Oftewel verslaggever bij de NOS. Bij NOS Sport. Maar ook trots. Turnen. Ja, trots inwoner. Of inwoner. Trots geboren, denk ik, in Macedonië, of niet?
Ja, officieel in Joegoslavië, maar dat was in de Republiek Macedonië ben ik geboren. Zeker, en ja, sinds gisteravond laat kan je gewoon zeggen, ook wij gaan naar het EK als Noord-Macedoniër. Precies, dubbel wij. En jullie hebben mij net wakker gebeld. Gisteravond een fles rakia van mijn oom weggetikt. Kijk! Uitstekend. Nee, ook één glas met ijs. Oké. Nee, en hier in Assendelft, ik woon in Assendelft, ben ik de enige Macedoniër. Ik dacht, zal ik naar de straat op gaan, toeterend, over de Dorpstraat. Dat heb ik ook niet gedaan. Dus ik heb thuis in de woonkamer heb ik gewoon echt ja, in stilte eigenlijk ook zitten genieten. Het ontroerde me ook. Het was allemaal zo onwerkelijk. Ja. Waanzinnig. Want hoe kan. Neem ons eens mee naar gisteravond. Dan, het was de eerste EK-kwalificatie playoff duel tussen Georgië en Noord-Macedonië. Hoe heb je die wedstrijd zitten kijken? Ja, ik vond Georgië beter de eerste helft. En ik dacht, oh, het zal toch niet, hè? Spelen we eigenlijk, laten we eerlijk zijn, ook tegen een zwakke tegenstander. Ja, deze tegenstander moeten we gewoon oprollen. En het duurde en het duurde maar. En ja, ik werd met een minuut zenuwachtiger. Ja. En totdat Pandev scoorde. Ongelooflijk, toch? Goran Pandev, dat weet jij veel beter. 2002 scoorde hij zijn eerste interlandgoal, volgens mij. Klopt. En hij heeft ook tegen Nederland gescoord in 2004. Daar was ik bij. En ik heb hem toen ook geïnterviewd. Oké. Okay. Voor de WK-kwalificatiewedstrijd. Ja. In Skopje was hij 21, speelde hij bij Ancona. Volgens mij toen ook al bezig met Lazio Roma. Hij was helemaal niet de ster, maar wel opkomend, veelbelovend. Ja. Ik kan me van het interview herinneren dat hij echt al 12 keer zei, we gaan het maximale geven, we gaan het maximale geven. Nou, weet je wel, dat hebben ze nu gedaan. Ja, en tegenwoordig nog gewoon spits in de Serie A, hè? Bij Genoa. Klopt, klopt. Hij ook bij Napoli natuurlijk en bij Inter. Ja, is gewoon een halfgod of een god van Macedonië. Ja. Ja, je hebt elke EK-eindronde heb je natuurlijk van die mooie sprookjes. Het is nu uitgebreid hoeveel landen mee kunnen doen. Maar kijk, jij zat in Assendelft als enige. Ben je niet de straat op gegaan. Hoe was het in Noord-Macedonië gisteren en vandaag? Ja, uitzinnig. Hè? Daar gaat het ook niet goed met corona. Belabberd, veel doden, veel positieve testen. Toch zijn veel mensen de straat op gegaan. De bondscoach zei ook na afloop gisteren, jullie hebben die beelden waarschijnlijk ook gezien, dat die spelers in de perskamer gewoon hossen op die perstafel. Toen nam de bondscoach het woord en die zei, dit is een geschenk voor ons geliefde Macedonië. En hij zei, ik weet dat er nu gefeest wordt in Macedonië, vier dat vooral ook, zei hij. En voor deze helden, mondkapjes, wel of niet, toeterende auto's, dat zijn de bekende beelden die je vanuit de hele wereld ziet. Zeker. Maar als ik het persoonlijker maak, ik kreeg al van heel veel familieleden, die zitten ook thuis opgesloten door corona. Het vrolijkt iedereen ook op. Als ik een klein politiek verhaal vertel. Tuurlijk. Het gaat niet goed in het land. Het is een prachtig land. Fenomenale natuur. Heerlijk klimaat. Fijne mensen. Tot zover de toeristen. Tot zover de toeristencommercial. Ja. Maar politieke schommelingen. Etnische tegenstellingen. Hoge werkloosheid. Jongeren trekken massaal weg. Ook laag, middelbaar, hoog opgeleide. Om het geluk elders te zoeken. En natuurlijk zijn er ook heel veel dingen die goed gaan. Maar er heerst ook al jaren een soort somberheid van waarom schiet het nou niet op met dat land. En het ideale bindmiddelsport, sorry voor het cliché, maar ik hoor niets anders gisteravond van blijdschap, tranen, iedereen is opgevrolijkt. Mijn zwager zei, we horen nu eindelijk bij Europa. Macedonië, Noord-Macedonië is onderdeel van Europa, maar dit voelt echt als we horen er nu echt bij. Ja. Het gaat heel diep. Ja, maar dat kan me ook wel voorstellen. Want ik zou me niet voor kunnen stellen of bedenken waar we Macedonië om zouden moeten kunnen kennen. Op gebied van sport of cultuur of iets. Nee, toch? Het meer van Ohrid, hè? Prachtig meer van Ohrid. Ik zie Simon knikken. Ja. Ik ben er nog niet geweest. Jij wel. Ja, tuurlijk. Oh ja, tuurlijk. Mag niet liggen, Simon. Milko Djurovski. Eind jaren. De rookmagier. Groningen. Ja. Precies. Macedonië. Oké. Mysterieuze, geniale gek, zeg ik. Ja, zeker.
Ik sprak een van zijn beste vrienden uit Groningen van een Balkanrestaurant, Bobby Mileski, die belde mij vanmiddag. En hij zegt, hoe moeten we dit gaan vieren? Toen zei ik tegen hem, als jij Milcho Djurovski de komende maanden naar Nederland haalt, dan is hij exclusief voor de NOS. Mogen wij dan ergens achter met S. Afkikken daar ook zo in de verte iets maken of niet? Ja, precies. Moet je even accrediteren waar het regelt. Oké, heel goed. Ja. Nee. En natuurlijk Pantsev, Darko Pantsev, 1991. Hij scoorde de beslissende penalty voor Rode Ster Belgrado in de toenmalige Europa Cup 1 finale tegen Olympique Marseille. Dus dat zijn wel de Macedonische helden. Maar ja, Pandev heeft ook met Inter Milan. Ja, we hadden het vandaag in de podcast over dat het dat gouden team was van Inter, hè, in 2010. Met voor ons natuurlijk Sneijder, maar Milito, Eto'o. En daar zat Pandev was daar ook. Ja. Pandev was daar groot ook onderdeel van. Maar nee, maar ik zat meer te denken over Macedonië met andere sporten en dat soort dingen. Dan even een korte sportgeschiedenis. toen Macedonië onderdeel was van Joegoslavië vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan begin jaren 90 het land uit elkaar viel, stortte ook die voetbalinfrastructuur in Macedonië. Servië, Kroatië waren natuurlijk altijd wel de heersende clubs. Hè? Rode Ster Belgrado, Partizan, Dynamo, zeker. Zagreb, Hajduk Split, et cetera. Hoeven jullie niet uit te leggen uiteraard. Maar Macedonië was een voetbalgebied begin jaren 90, toen het onafhankelijk werd in 91. Niet zo goed. Het was wel beter in handbal, 1997 uit mijn hoofd. De vrouwen werden op het WK handbal zevende. Nou, dat was echt een topprestatie. De mannen basketballers werden in 2011 vierde op het EK handbal. Verloren de strijd om de bronzen medaille van Rusland. 4 punten verschil. Maar ze werden als helden grootste winnen gehaald. Op audiëntie bij de president. Ze kregen eremedailles. Het jaar daarna werden de handbalmannen vijfde op het EK. Dat was ook een grote prestatie. Nou, en echt een topprestatie. Nog steeds niet voetbal. Is ook handbal. Vardar Skopje is onlangs hebben ze 2 keer de Champions League gewonnen. Kijk. Met de mannen. Maar er zat een rijke Rus achter. Maar hallo, het is toch de Champions League handbal, hè? Dus Vardar Skopje is het soort Paris Saint-Germain eigenlijk van het handbal. Klopt. Ze hadden, ja, precies. En daar zat ja, dat is gewoon absolute top was dat. Maar op voetbalgebied bleven de resultaten uit. Ja, ik vind het... Ja. Het Macedonische voetbal speelde altijd tegen de hoogste uitslag ooit van het Macedonisch voetbalelftal is 11-1 tegen Liechtenstein. Maar ze hebben ook gelijk gespeeld tegen Portugal, tegen Nederland, tegen Engeland, tegen Italië. En wat jij net aan het begin zei, kijk, wat maakt dit nou zo tof? Dat is natuurlijk dat zij uit de krochten van het Europese voetbal, die divisie D tegen Armenië, Gibraltar en Liechtenstein, via Kosovo en Georgië naar het EK gaan. Hoe mooi wil je het hebben? Ja. Overigens, ik wil zo nog even 2 dingen aan je vragen. Je zoon zit in de chat, die zegt, papa, je zit wel op mijn kamer. Klopt, ja. En denk nou niet, dat mini shirt dat ik dat speciaal daar heb opgehangen, dat hangt er echt al aan. Dit is zijn souvenirskast vanuit dingen vanuit de hele wereld. En, Antonio zit in de chat en die is ook heel blij met de kwalificatie. Dus dat is heel mooi om te horen. En dan de pool volgend jaar, hè? Oranje, Oekraïne en Oostenrijk. Ja, weet je, als ik het journalistiek insteek, dan zeg ik van ze moeten natuurlijk frivol spelen. En alles geven, hè? Het maximale eruit halen. Maar wat is nou mooi met dit soort toernooien? Kijk naar IJsland, kijk naar Noord-Ierland. Weet je, laten we hopen dat het een soort cultland wordt. Maar even heel serieus, er zitten natuurlijk nu echt hele goede spelers in. Want het verschil met het verleden is, dat hoor ik ook van mensen uit Macedonië, maar ik heb het zelf ook jaren gevolgd. Om een lang verhaal kort te maken, ik ben zelfs een keer bij de Europacup-wedstrijd Club Brugge Silex Kratovo geweest, eind jaren 90. Uitslag ben ik vergeten. Maar in het verleden speelden de Macedonische voetballers niet bij topclubs of ze zaten op de bank. En er zijn echt generaties overgeslagen. Kijk, en nu zitten ze bij Napoli. Elmas heb je toch? Ja.
et cetera. Dus dat is wel het grote verschil. Dus op sportief gebied kan er misschien iets groots op staan, maar ik hoop dat, zeg ik natuurlijk met mijn Macedonisch hart, dat ze ook omarmd worden vanwege dit sprookje. Oké. Ja, maar ik denk als we nu nog 5 minuten doorgaan, dat het eindigen dat Noord-Macedonië gewoon als tweede doorgaat in de pool. Ja. Precies. Voor mij is het Macedonië first, hè? Ja. Netherlands is second. Dus. Ja, heel goed. Vlado, ik wil je nogmaals feliciteren. Geniet ervan. Ik denk dat er dit weekend misschien nog wel een glaasje rakia in gaat. Ik weet niet hoe oud je zoon is. Ik weet niet of die ook... Die is 13. Ja, ja hoe is dat bij... kan het wel of niet? Nee, natuurlijk niet. Nou, dat weet ik niet. Het is een soort spiritus. Hè, ja, ik ken het. Het is heel goed. En ik word net getipt op dat Ohrid echt werkelijk waar een prachtig gebied is. Dus staat in de agenda om ooit te bezoeken. Ik wil je danken. En heel veel plezier nu al met de voorpret dat Noord-Macedonië naar een EK gaat. Dat moet heel mooi zijn. Dus gefeliciteerd nogmaals. En mocht Milko naar Groningen komen, ik weet je te vinden. Komt helemaal goed. Dan gaan we regelen. Is goed. Fijne avond. Hoi. Ja, sprookjes. Ik moet jou natuurlijk ook feliciteren. Heb je hem al gesproken? Matthews. Oh. Nee, zat er natuurlijk niet bij, is geblesseerd. Ja. Maar Slowakije wel ook naar het EK. Ja. En normaal gesproken, als Matthews fit is, dan zit hij in ieder geval bij de selectie. Ja, absoluut. Hij is geen basisspeler, maar... Nog niet. Ja, wel bij de selectie. Ja, absoluut. Nou, ze hebben natuurlijk nog de oude gadde die op het middenveld staat. Ja. Maar als hij zo doorgaat en het knie heel blijft, wat normaal gebeurt, dan... Gaat hij wel een minuut te maken. Nou, Georg in Noord-Macedonië. Jij bent een voetballiefhebber. Ik weet niet of je 90 minuten hebt gekeken. Nee, ik heb het schakelprogramma gekeken. Ja, want daarna begon het natuurlijk. Hè, ik feliciteer jou met Slowakije dat Noord-Ierland versloeg. Maar de wedstrijd waar natuurlijk in ieder geval vanuit Nederlands perspectief heel erg naar gekeken werd, was Servië-Schotland. Wat natuurlijk een opmerkelijk scoreverloop had. Schotland was er al bijna. Hè. Servië scoorde in de 9 seconds met Jovic. En dan krijg je die penalty-serie. Nou, jullie zijn de ex-profs. Ik denk dat er wel op getraind is, hè, hoe ze ingeschoten werden, of niet? Ik ben heel erg. Redelijk binnengeschoten, ja. Ja, toch? Is het trainbaar? Even penalties, ja? Absoluut. De mentale kwestie niet, maar de vastigheid in het schot, die is absoluut. Dus trainbaar. Het is trainbaar? Ja of nee? 100%, ja. Ja, oké. Penalties en dan mist de spits van Fulham, mist Mitrovic. En ik had het met Broes over in de podcast vandaag, dat het wel, het voetbal is anno 2020... Dat de doelman moet wachten. Hè? Die moet overleggen met de scheidsrechter. Van bewoog ik niet snel. En uiteindelijk verslaan ze in Servië. En is het denk ik een enorme stunt dat zij naar het EK gaan, toch? Ik weet niet hoe erg jij in het Schotse voetbal zit. Ik moet je ook zeggen, niet. Dus ik heb de penalty-serie ook niet gezien. Dus dat zou ik ook niet ontkennen. Maar ik vraag mij wel af of het allemaal doorgaat straks. Het EK? Ja. Ja? En waar eventueel? En wat daar de plannen over zijn? Nou, ik denk dat het wel door zal gaan. Maar inderdaad, waar het oorspronkelijke idee van meerdere landen is volgens mij al... Nu met COVID-19 is denk ik dat een van de problemen is dat mensen aan het reizen zijn. Dus dat het sommige landen het goed doen en andere landen niet. En dat iedereen steeds aan het bewegen is. En dat zodoende het virus veel verspreid wordt. Ja, anderzijds als het zonder supporters zal zijn, dan kun je het ook in meerdere landen doen. Want ja. Maar gewoon als liefhebber. Liever, ik denk niet dat je het nog een jaar uit kan stellen. Maar eigenlijk EK met publiek of EK zonder publiek? Ja, met. Nee, maar dus weet je, of alleen met. En als er dan geen publiek is, gewoon ook door laten gaan in EK? Uiteindelijk moet het doorgaan. Nee, ik denk dat de belangen inderdaad... Nee, maar gewoon als liefhebber. Ga je dan, hoe zit je dan naar een EK te kijken? Nou ja, helaas zijn we er inmiddels even een klein beetje aan gewend, die wedstrijden zonder publiek. Ja, raak jij eraan gewend, ja? Nee, ik raak er nooit aan gewend. Sterker nog, je bent net als ik af en toe in het stadion. Nou, ik kan je vertellen, er is niks verschrikkelijks dan een voetbalwedstrijd in het stadion. Kijk liever een training aan de zijlijn dan in een leeg stadion. Meen ik oprecht. Ja? Ja. Dus, dat... Ook als je tegen Feyenoord gelijk speelt dan 2-2 en dan niet dat je er emoties op die tribune, dan denk je echt, wat doe ik hier? Verschrikkelijk. Echt. Ja? Ja. Oprecht. Dus het mooie is dat je de beide coaches hoort praten en exact hoort wat er gebeurt. Oh, nu weten we waarom die coaches eruit zijn. Dat zou trouwens wel echt grappig zijn als je die coaches zo hebt horen coachen, dat wij er allemaal denken. Ja, dit is niet.
Ja. Het is wel een aspect wat nu speelt. En niet om het een of ander, maar ik vond het in ieder geval mooi om te horen dat je Hofland, hoe ironisch ook, maar die hoorde je echt heel de wedstrijd door coachen en aansturen en bezig. Dus. Ja, maar je moet echt spelers op het veld hebben die ook begrijpen wat je zegt. Hè? Ja. En als je de spelers op het veld gewoon echt niet weten wat je wil, dan heb je ook een groot probleem als coach. Ja, jij zou het kunnen beamen. Als je spelers... Ik neem altijd het liefst mij als voorbeeld. Ik had een hoofdcoach die wou me echt leren dat ik stil moest staan op het veld en niet mocht bewegen. Dat ik vrij kom als ik stil ben. Ik snap het gewoon niet. Ik ging gewoon altijd lopen. Nou ja, dan houdt het op, toch? Maar of was het even leiden ballen? Daar liep ik niet. Maar toen vroeg hij mij wel. Een luie nummer 10. Ik denk dat een synoniem voor lui nummer 10 Simon Tjommer is, toch? Maar de dynamiek, zeg maar, die een publiek brengt, is wel echt... Dat wordt echt gemist. Wij hebben een keer met Jong AZ gespeeld tegen NEC. Die speelde echt kleurenblind. Op een gegeven moment, het publiek begon hun eigen spelers gewoon uit te fluiten. Alleen maakte een speler van NEC maakte een zwalbe. Wij schoten de bal niet uit. Het was overduidelijk zwalbe, maar het publiek begon te fluiten, want wij doorvoetballen. Ja. Dus die Joey van den Berg die geeft toch een cake aan de speler van ons. En vervolgens, het hele publiek ging weer achter hun eigen team staan. En we verloren uiteindelijk van NEC. Ja. Terwijl daar het eerste half uur speelden ze helemaal weg. Ja. Ja, en dat stukje mis je nu gewoon. Ja. Ja, ik heb het mooiste voorbeeld van het publiek. Ik bedoel, dat is nou de positieve invloed kan hebben. Is waar als we de Europa Cup wedstrijd nemen van Wolfsberg AC in de Kuip tegen Feyenoord. Die penalties gaan nooit, maar ook never nooit gegeven worden als het publiek erin zit. Ja, klopt. Hij is al vaak zo benoemd, maar dat is ook dat het geen 13-0 wordt in, bij VVA. Ja, dat is identiek. Ja, heb je gelijk. Ja, kunnen ze onrustig worden in Venlo? Nou ja, overal kunnen ze onrustig worden, maar dan voel je de druk van het publiek. Dan, dit was hoe je het werd verkeerd, het heeft invloed. Nogmaals, ja, echt waar, als je in zo'n stadion aanwezig bent... Ja, het lijkt nergens op. Nee. Ik moet wel echt zeggen dat ik dat... Ik ben het met je eens, dat het normaal gesproken ook niet 0-13 was. Maar dat ik toen op een gegeven moment dacht... Dit is gewoon echt geen voetbal. Dit is gewoon echt een trainingspartij. Dat ik echt voor het eerst dat zat te kijken... Dat ik dacht, dit is gewoon een trainingspartij. Gaven gewoon op. En dan is het nou de trainingspartijtje, omdat er niemand bij is. En dan is het, we geven gewoon op. Hij geeft op, geef ik ook op. Ja. Ja, en normaal gesproken met publiek erachter. Ik ben door Bruce op mijn vingers getikt. Want ik zei in de podcast, praten, maar... ik zou... Ja, en dat ben ik niet trots op. Ik zou niet op het veld meer hebben gestaan. Nee. Ik ga niet met 0-13 verliezen, zeg maar. Nee, dat kan ik beamen, ja. Wat? Ja, 0-6 was je ook al eraf gaan, hoor. Dan weet ik... Ja, Simon moet mij wel eens een beetje rustig houden, maar... hoe was jij daarin geweest? Zwift. Nee, ik herkenbaar wat je zegt. Ja, toch? Eigenlijk moet je nooit... Maar toen was ik het niet. Klopt. Over de schreef gaan, maar... dit nee, maar je hoort er niet te zeggen, maar... Dit laat ik me ook niet gebeuren, nee. Jij bent ook zo iemand, dus je gaat nu lekker naar mij kijken. Maar ik denk dat jij bent net zo. Ik denk dat we alle vier aan tafel zitten waar het nooit wat gebeurd was. Uiteindelijk zeg je dan in het veld van... Joh, jullie, volgens mij speelden ze die woensdag tegen Atalanta. Dus of jullie kappen of doen nou rustig aan. Ja. Of zit je niet in het vliegtuig, weet je wel. Zo, ja, maar dat is dus... Maar gebeurt dat echt in het veld? Heb je dat wel eens tegen iemand gezegd? Hey, wil jij... Dat is een andere generatie. Maar serieus? Dat wil ik jou nog vragen. En dat weet jij ook. Je hebt nou de jonkies. Maar, nee, is een andere generatie. Dat was bij ons in die tijd, was het ook op training al, was het duidelijk van als jij gaat ahoeren. Ja. Ik neem altijd het voorbeeld bij keepers met die ik samenwerk. Als in Duitsland iemand een stift deed op een keeper. Ja. Die ging daarna, als hij de bal kreeg, en ook wel was die team, die ging gestrekt bij de keeper. En die ging ook naar binnen geblesseerd. Het hoorde niet, je ging fatsoenlijk of niet. En in de wedstrijd was het ook. Daar werd gesproken met elkaar. Ga je dit doortrekken? Dan ga je echt letterlijk met de brakaar van het veld. Ja. Maar gebeurt... Maar je hebt gewoon zoals in het veld... Hey, wil jij je melden bij het Nederlands elftal? Jij moet straks Europees spelen. Dus ik zou even rustig doen als ik jou was. Nee, ja. Zo'n specifieke situatie heb ik niet meegemaakt. Maar ik zeg, stel dat. Ja. Dan had ik daar inderdaad 100% in zeggen als ik in het veld had gestaan. Ja. Ja. Maar toen kon het ook nog. Hoezo? Ja, die beelden en alles en die scheidsrechters en die tackles die je nu niet meer maar mag. Maar nu kan je dat, had je dat toch ook kunnen zeggen als je Danny Post was geweest of iemand anders? Ja, maar vroeger was het ook niet meteen met woorden. Het was ook eerst een teken geven van, dat gaf iemand een kegel en die ging de... Ja, kijk, wat jij zei met Joey van den Berg, stel dat nu weer zou gebeuren, ja, dan heb je dus waarschijnlijk in de Eredivisie gaan ze eerst kijken en dan... Dat was geel, maar dat was donkerrood, Jan. Ja, inderdaad. Overigens, we hebben het net over COVID-19. Boris wil weten, er is veel veranderd bij jullie, zegt hij. Nou, of is er eigenlijk veel veranderd na de besmetting die jullie een aantal weken geleden hebben gehad? Zijn er andere maatregelen genomen? Gek genoeg. Nee, eigenlijk niet veel. Ja, we zijn van, even kijken, moet ik goed zeggen, van 4 kleedkamers naar 6 kleedkamers gegaan. En voor de rest is het zeg maar zo dat... en dat zie je in heel de samenleving, in heel de maatschappij. Iedereen denkt, het valt allemaal mee en dan stijgt het weer. Of het overkomt je, of het gebeurt in je omgeving. En dan is iedereen weer even scherp.
Dan is het weer een paar weken niet. Dus je moet continu elke dag daar scherp op zijn. En ik denk wel dat we ook onderzocht hebben, zeg maar, die vier gevallen. Dat was eigenlijk niet naar elkaar te herleiden. Dus, nee. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar eigenlijk is dus, je hebt alleen twee kleedkamers erbij genomen. Voor de rest niks veranderd. Ja, precies. En daarnaast, we lunchten af en toe nog, zeg maar, in de grote bisruimte. Nou, ja. Keer 10 dit, zeg maar. Ja. Nou, ja, uit voorzorg hebben we dat allemaal weggehaald. Terwijl, ja, we weten bijna 100% zeker dat daar niet van komt. Alleen tegelijkertijd, ja, je doet er alles aan. Dus ja, die jongens, die komen nu alleen om te trainen. Een lunchpakketje naar huis. Ja. Maar is er eigenlijk begeleiding vanuit de overheid dan wel, vanuit de KNVB, die zeggen, hey, hey Frank, we komen een keer bij jullie langs, gaan we even kijken hoe jullie het doen en misschien adviezen of zo? Nou ja, er is in de zomer een protocol geschreven vanuit de KNVB. Een algemeen protocol. Daar heeft iedere club zijn eigen protocol op afgeleid. Met name ieder stadion anders, ieder trainingscomplex is anders. Ja. Maar wat ik wel heb gemist, heb ik ook aangegeven. Kijk, we hebben 34 BVO's in Nederland. We zijn allemaal amateur-experts, oftewel helemaal niet. Nee. En iedereen doet het zo goed als hij denkt dat hij het zou moeten doen. Alleen het zou prettig zijn als daar een expert of, ik heb gekscherend gezegd, de voetbalrij zou ook een OMT, een eigen OMT moeten hebben. Volgens mij is jullie clubarts al regelmatig over gehoord. Maar ja, ik zie het probleem niet als je 34 clubs bezoekt en tips en vanuit experts kunt geven. Anderzijds kan ik wel zeggen dat ik inmiddels na die aantal maanden zelf expert ben. Dus, ja? Ik zie jou binnenkort dus bij Op1. Nou, ja, Frank van Mosveld, algemeen directeur van RKC, die het coronabeleid duidt. En hoe doen jullie dat bij Feyenoord? Jij bent nu bij Jong natuurlijk. Ja, nee, het eerste is natuurlijk helemaal afgesloten. Dus die hebben een eigen, dat heet 1908, eigen complex. En wij bij de jeugd op dit moment, wij vallen onder amateurvoetbal. En wij laten die jongens dus in groepjes laten we komen. Want wij mogen natuurlijk überhaupt maar in kleine groepjes trainen. Dus wij als trainers staan wat langer op het veld nu. Ja. Dat is wel de heel situatie. Variabel trainen. Met verschillende groepen. Ja. En op dit moment doen we het in drie groepjes. Maar dan start je al heel vroeg. Om 10:15. Dan heb je om 11:00 weer een groep. En dan heb je om 11:45 weer een groep. En dan hebben de jongens kracht, veldtraining en nog conditionele training. En zo probeer je toch zo goed mogelijk programma weg te zetten. Maar ja, het is natuurlijk ver van ideaal. En qua kleedkamers, wat Frank net ook zegt, 6 verschillende kleedkamers bij jongens? Nee, wij mogen niet eens in de kleedkamer komen. Dus onze jongens komen omgekleed op het veld. En die gaan trainen. En die gaan thuis gaan ze douchen. Dat is de situatie nu. En wat ook klopt, dus helemaal geen wedstrijden meer. Dus je kan ook niet... Nee, maar überhaupt niet. Ook niet trainen in de weerstand. We zijn nog 2 maanden lang hebben geen duels meer gespeeld. En dus alles wat je doet is gecontroleerd. Maar uiteindelijk is voetbal natuurlijk ook een spel waarbij je opeens een bepaalde dus actie moet maken. Dus iedere speler eigenlijk die nu op bepaald niveau speelt en boven 18 is, verliest een half jaar aan ontwikkeling. Minstens. Ja, die jongens die, zeg maar, in die categorie vallen. Zeker ook in het amateurvoetbal, maar dus ook bijvoorbeeld bij in dit geval de Feyenoord onder 21 of Zwolle onder 21. Ja, dat zijn jongens die gewoon op dit moment maximaal groepjes van 2 mogen trainen. Ja, ver van ideaal. Het is vergelijkbaar met iemand die een zware knieblessure heeft gehad. Want in principe zijn die jongens al, wat zal het zijn, 7-8 maanden. Met een kleine periode dat er meer mocht. Maar zijn die aan het trainen zoals iemand die van een kruisbandblessure revalideert? Geïsoleerd, eenzijdig gecontroleerd, oefeningen. Ja. Gecontroleerd inderdaad, dus... Nog even los van dat het plezier en ontwikkeling stilstaat. Ja, kun je ook afvragen hoe dat dadelijk, als ze weer mogen, hoe lang het duurt voordat ze weer dat niveau aantikken. Ja, dat is niet in 3 weken weer op het oude niveau. Daar gaat tijd overheen. We hebben nu een aantal jongens die vanuit onder 21 dan aansluiten bij het eerste elftal. Ja. Ja, die vinden die training gewoon hartstikke zwaar. Maar dat komt ook. Bij ons, je doet wel wat loopwerk. Alleen daar, je raakt in de verzuring. En je moet opeens van links, je moet naar rechts. En je moet weer schakelen. Het zijn gewoon andere vormen. Ja, je hebt gewoon geen voetbalspecifieke oefeningen op het moment dat je zo geïsoleerd moet trainen. Ja. Maar moeten we deze talenten dan beschermen en zeggen dat ze eigenlijk nog een jaar langer krijgen? Want ik bedoel, in de zomer komt weer de selectie. Gaat er wel om wie blijft, wie gaat. Vooral in Jong. Dat zijn bepalende jaren voor sommige spelers. Ja. Kijk je dan meer naar potentie of kijk je dan ook echt naar de prestatie zelf? Tuurlijk kijk je sowieso naar de potentie van spelers. Alleen het is gewoon een hele belangrijke fase in het leven van die jonge spelers. En je mist gewoon een hele lange periode nu. En het begon natuurlijk al in maart. Hè, toen hebben ze het is opeens stopgezet. Ja, en nu heb je weer zo'n periode. Dat helpt gewoon niet. Dus
Maar moet je daarmee moet je als club rekening houden? Hoe wil je daar rekening mee houden? Ja. Nou ja, je kan natuurlijk... Sommige spelers hadden de mogelijkheid gehad om nu 4-5 maanden op goed niveau te trainen, zeker, te spelen. Om een bepaalde ontwikkeling door te maken die de trainer ook van hun verwacht. Ja. Nou, dit is totaal beperkt nu. Ja. Dus geef je hun die tijd of handel je het echt af van... Anderzijds is er misschien geluk bij een ongeluk, maar dat is een hele andere discussie. Maar sinds de zomer is natuurlijk de onder 21 competitie bijgekomen, de jeugdopleiding is eigenlijk verlengd. Ja. Dus misschien wellicht dat een geluk is voor die jongens die eigenlijk normaal 18, 19 uitstromen of doorstromen. Die hebben nu sowieso, denk ik, al langer de tijd om in die onder 21 te blijven hangen. Maar ja, dat het een probleem is. Nee, maar we hebben het nu over die leeftijdscategorie, maar ook kijk, de jongens onder 18, die mogen wel trainen met elkaar. Dus die zitten wel gewoon volledig in de weerstand. Alleen die missen ook het competitieelement. Ja. Dus waar je normaal gesproken een 17-jarige gewoon speelt 6 keer tegen elkaar. Ajax, Feyenoord, Ajax AZ, Feyenoord, PSV. Die wedstrijden zijn er nu gewoon allemaal niet. En daar ga je later wel serieus wat van merken. Ja. Het blijft natuurlijk gewoon heel lastig. Zeker met, weet je, dat Feyenoord op een gegeven moment stond bekend om een goede jeugdopleiding. Nou, voor mij ligt daar de focus nu ook steeds meer op. Hè, dat ze willen dat in de toekomst talenten door gaan stromen vanuit... is het nog Varkenoord of niet? 19... Ja, Varkenoord. Ja, het eerst zit bij 1908, hè? Ja. Ja, dat is waar, ja. Want daarover was vandaag natuurlijk nieuws. Feyenoord stuurde een bericht naar buiten dat ze nu een zakelijke bank, of in ieder geval, ik moet even de juiste naam zo opzoeken, hebben ingeschakeld om op zoek te gaan naar externe financiering. Om uiteindelijk het gat te dichten. Hè? Ze willen zowel nationaal als Europees willen ze meedoen. Nou, wij hebben daar ook wel hier de discussie. Wij lazen het bericht vandaag. Dat het logisch is dat je op zoek gaat naar geld. Alleen, wat ga je er uiteindelijk mee doen met geld? En, weet je, als je geld binnenhaalt, ja, dan moet je er wel natuurlijk iets mee gaan doen. Ik bedoel, als je geld binnenhaalt, dan moet je er wel iets voor weggeven. En dat is natuurlijk de vraag, hè? Ik weet niet of er bij RKC wel eens financieren zijn geweest die zeiden, hey Frank, wij willen best wel in de club investeren. Alleen dan willen we ook wel inspraak hebben. Is dat wel eens bij jullie gebeurd of niet? Nee, we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we één, financieel heel gezond zijn. En twee, met Ben Mannenmakers als hoofdsponsor al jarenlang. Ja. Iemand hebben die enerzijds echt supporter is van de club. En anderzijds vertrouwen heeft in de mensen die beleid voeren. Met andere woorden, die bemoeit zich nergens mee. Maar er zijn clubs inderdaad die financiële middelen aanboren en er ruil daarvoor bijvoorbeeld percentage weggeven bij spelers verkopen en dergelijke. Ja. En dat is terecht wat je zegt, dat is altijd kip en het ei verhaal. Want als je dan die speler voor 20 miljoen verkoopt, dan moet je er 10 afstaan. Maar anderzijds, ja, je moet ergens beginnen. Je moet eerst investeren om uiteindelijk rendement te kunnen maken. Ja, zeker. Dus dat ze daar naar op zoek zijn, is denk ik in de trend en in de geest van wat er zich speelt. Nee, ze zien het de achterstand natuurlijk op PSV en Ajax groter worden. En ze hebben Lazard of Lazard investeringsbanden aangesteld om het proces omtrent het aantrekken van een financiële injectie in de vorm van extern kapitaal voor te bereiden en te begeleiden. Er is dus nu nog niet iemand die dat daadwerkelijk wil gaan doen. Maar ze zijn in ieder geval wel naar op zoek. Zijn voldoende investeerders die willen investeren in. Ja, kijk, geld is nooit het probleem met investeerders. Alleen, wat geef je ervoor weg? Ja, maar er zijn ook investeerders die behoorlijk wat geld willen geven. Ik noem maar iets tussen de 20 en 50 miljoen. Oké. Waar ze alleen maar 30% en een plek bij de Raad van Commissaris willen. Die bestaan ook. Daar moet je wel goed mee communiceren. Wat uiteindelijk achterliggende gedachte bij zoiets is. En die zal natuurlijk bij een Feyenoord niet zo snel instappen, omdat hij daar te weinig kan bewegen, denk ik. Ja, dus wat denk je dat het heel lastig gaat worden of niet? Voor Feyenoord, nee. Nee? Ik denk dat het wel een heel aantrekkelijke club is. Licentie-eisen natuurlijk nu dusdanig aangescherpt. Ja, dat daar wel gelukkig, zou ik maar bijna zeggen, dat daar een bepaalde controle op is. En dat er geen misstanden ontstaan. En helaas is bij onze buurman dan een voorbeeld. Bij FC Den Bosch natuurlijk dat het... Jordania junior. Dat in mij ongeveer veel te lang heeft geduurd, waardoor die club onnodig in de problemen is gekomen daar, denk ik. Maar anderzijds moeten we vooral ook ons eigen voetbal beschermen en 100% zeker weten dat mensen die investeren ook met de juiste intentie dat doen. Ja, nou kijk, het enige wat ik me altijd afvraag, kijk, het is natuurlijk een rat race. Iedereen wil uiteindelijk Champions League voetbal spelen, of iedereen.
ik weet niet of die ambities zo het, zeg maar een 10-jaren plan bij RKC liggen. Maar zeker Ajax en PSV. 5 jaar, zei Frank voluit. Hè? 5 jaar, inderdaad. Nee, maar Ajax en PSV die investeren daar ook in. Ajax is bekend hè, de afgelopen jaren met jongens als Tadić, Blind. Maar ook het salaris van Ziyech wat naar buiten kwam. PSV is dit jaar behoorlijk al ingegaan met de salarissen. Ik ben wel benieuwd dat... Stel dat Feyenoord daarbij komt. Ik denk niet dat Feyenoord gelijk kan aanhaken bij dat gedeelte. Maar die willen dus ook... Ik denk dat Europees voetbal financieel nog ineens zo aantrekkelijk is. Champions League voetbal, dat maakt het verschil. Maar dat zijn dus 3 clubs die daar naartoe gaan. En dan heb je dus AZ die het op de manier wat Koen het zegt. Die doen het niet met die financiële injectie, maar op een hele andere manier. Utrecht? Ja. Vitesse? Ja, nee, maar dat gaat niet om Champions League. Maar die 4 gaan dus om 1 plek, waarvan 3... heel veel financieel risico lepen. Ja, ik maak me daar oprecht zorgen over. Want wat nou als het dus bij PSV nu 2 jaar op rij niet gebeurt? Kan gewoon, hè? Kan gewoon dat Ajax 2 jaar nu op rij kampioen wordt. Of dat hè, vorig jaar had AZ het kunnen worden. En dan? Je hebt zoveel financiële risico's genomen. Ja, maar heeft PSV zoveel financiële risico's genomen met transfers? Vind ik niet, hoor. Wel met salarissen. Kijk, in principe salarishuishouding, maar niet transfer. Nee, maar ik denk dat Ajax in die zin... volgens mij las ik het vandaag ergens, zijn ambitieus en aanvallend. Maar die nemen in die zin geen risico, omdat zij weten die opleiding is dusdanig goed dat zij altijd talenten voortbrengen waar ze die ze kunnen verkopen. Ik denk dat AZ nu dezelfde strategie hanteert. Ja. Als die in de problemen komen, kunnen zij hun talenten verkopen. Die houden ze het liefst vast, wat ze nu doen. Goed gedaan, denk ik. En ik denk dat PSV daarvoor geldt denk ik hetzelfde. Ik denk dat juist het probleem zit daaronder. Ja, clubs zeker. Die willen aanhaken. Maar dat dan net niet lukt of net niet die stap kunnen maken. Ja, en dan kun je inderdaad... Nou kijk, bij Ajax heeft natuurlijk een reserve. Hè. Dat is ook zo. Voor mij kwam het vanochtend naar buiten. Menno Gele was de gast in de Pak Schaal podcast. En die zei, je mist ongeveer 45 miljoen. Dat is gewoon weg. En zij begroten op Champions League voetbal en overwintering in de Europa League. PSV... Voor mij nu met de begroting richten zich op dat ze eens in de 2 jaar Champions League spelen. Maar het kan dus 2 jaar op rij niet zo zijn. Dat is in het verleden gebeurd. Hè, dat ze uiteindelijk het voor mij de grond rondom het stadion moesten verkopen. Hè, aan de gemeente waar voor mij iedereen nog in Europa nog steeds die deal aan het onderzoeken is. Dat ze op geen 45 miljoen kregen. Ik bedoel meer om te zeggen, ik snap dat je ambities hebt. Maar hoe ver moet je daarin gaan? Hoeveel risico's moet je nemen om uiteindelijk die sportieve ambities te verwezenlijken? Nou, je moet vooral kijken of het überhaupt redelijk is om deze ambitie te hebben. En dan moet je kijken, wat je nu bij Feyenoord zegt, dat ze een investeerder erbij halen, dat heeft de reden omdat ze het financieel alles niet kunnen tillen. Nou, PSV, denk ik wat jij nu schetst over Ajax, wat correct is met de talenten die erachter zitten. Ja. Bij AZ ben ik het niet helemaal mee eens, want ik denk dat corona een grote reden was waarom Myron en Kelvin niet weg zijn gegaan dit jaar. Maar bij PSV bijvoorbeeld zitten ook aardig wat talenten nog erachter die verkocht kunnen worden. Nou, ja, maar kunnen verkocht worden? Ja, en dat is dus wat ik nou bedoel. Bij de aanhakende clubs, bijvoorbeeld als je naar Feyenoord gaat, je zegt een goede statement van jou was, wat ga je met het geld doen? Ga je die 50 miljoen echt inderdaad letterlijk gebruiken, of die 40 miljoen, zeg maar iets, voor het eerste elftal? Of gebruik je inderdaad ook iets om iets terug te koppelen en op te bouwen, zodat je dat het geld blijft lopen in de clubs. Ja, voor Koen is dat denk ik lastig. Maar als ik zoveel geld zou ophalen, en dat is natuurlijk heel gechargeerd gezegd, en we krijgen 40 miljoen, zou ik bij wijze van spreken heel gechargeerd zeggen, 39 miljoen steek ik in de jeugdopleiding en 1 miljoen in het eerste elftal. En natuurlijk werkt het niet zo. Maar dan bouw je dus uiteindelijk om... Kijk, wat AZ nu heeft, de waarde van AZ staat op het veld. Ja. En als Myron weggaat, Teun weggaat, Owen, ik zeg niet dat ze er morgen al zijn, maar dat is nu gaande. Want die volgende generaties komen er weer aan. Zo ga je uiteindelijk waarde opbouwen. Ja, maar het belangrijke is nu, dat zeg je goed, dat je geld, 39 miljoen is natuurlijk, klopt voor geen meter, dat je alleen maar 1 miljoen in het eerste stopt. Maar dat je kijkt ook, wat voor kwaliteit haal je dan binnen? Je kan wel leuk geld inpompen en in de jeugdopleiding ook. En allemaal kopen. Maar je moet een visie opbouwen. Wat je inderdaad ook schetst, wat bij AZ, nou, Koen kan daar veel beter over uitleggen wat de mogelijkheden zijn. Om dat dan ook bij een club als Feyenoord in gang te zetten. Om dan inderdaad over 5, over 6, over 7 jaar dat rad te laten draaien. En dan ben je natuurlijk, ga je met het geld wat je geïnvesteerd hebt, blijft rollen. Ja. Dat kan me ook voorstellen dat jij dat ook wel op een gegeven moment... Ik heb bij RKC en ik las die cijfers, die doet het hartstikke goed. Zwarte cijfers geschreven, dat is hartstikke goed. Maar uiteindelijk is het natuurlijk heel beperkt het budget wat je hebt. Het is voor mij halen jullie het maximale nu uit om überhaupt Eredivisie te spelen. En uiteindelijk zou je het fantastisch uiteindelijk vinden om RKC een stabiele club te vinden in de Eredivisie. Als dat het budget toelaat. Maar uiteindelijk wil jij ook meer budget hebben en uiteindelijk meer met een club kunnen doen, toch?
Nou goed, dat ligt helemaal aan hoe groot jouw club is, hoe groot je achterban is en wat je ambities zijn. Kijk, ik denk dat RGC bij de 10, 12 clubs hoort die in 10 jaar tijd tussen top eerste divisie en onderkant eredivisie aanschurkt. Daar moet je dus ook beleid op voeren. En dus moet je ook niet, op het moment dat je in de eredivisie bent, onnodige risico's gaan nemen, want dan kun je misschien een jaar overleven. Maar zolang jij een begroting van rond de 7 miljoen hebt, al heb je de 10, dat is geen eredivisiegarantie. Dan moet je er 15, 16 hebben. En dan nog kan het dus zijn dat jij een keer 16, 17 wordt of eruit dondert. Dus en daarnaast, veel geld wil niet meteen zeggen dat je... Maar meer mogelijkheden, zeg maar. Meer mogelijkheden. Kijk, als jij beperkte middelen hebt, maakt het je ook creatiever. Zeker, ja. Snap je? Dus tuurlijk wil je meer mogelijkheden, tuurlijk wil je meer geld. Alleen wat jij terecht schetst, ik denk dat we op dit moment met onze club qua beleid de juiste koers varen. En ja, we doen er alles aan om in de eerste divisie te blijven. Sterker nog, ik denk dat we dit jaar een selectie hebben die competitiever is met de onderkant dan dat we vorig jaar waren. Ja zeker. Maar tegelijkertijd, de kans is realistisch dat we eruit gaan. Ja. Alleen dan moet je zorgen dat je niet naar beneden flikkert en volgend jaar gewoon weer met die top mee kunt doen. Ja, maar je bent zelf ook, dat bedoel ik, competitief, toch? Je wilt zelf ook het maximale uit je wat is het? Algemeen directeurschap halen. Ja, tuurlijk. Nee, je bent ambitieus en uiteindelijk zijn we met de club nog steeds stappen aan het zetten, want we zijn eigenlijk natuurlijk plotseling gepromoveerd, terwijl we nog in een bepaalde fase waren dat je aan het opbouwen bent. Dus ook binnen de club zijn nog steeds stappen te zetten. Bijvoorbeeld met de aanstelling van Mo afgelopen zomer. Ja, probeer dat voetbal weer breder en verder te verdiepen. Zeker. Dus daar zijn we nog lang niet klaar. En tuurlijk heb je zelf ook ooit ambities. Maar, heeft Mo het scouting ook weer veranderd bij jullie? Pakt hij dat ook aan? De scoutingafdeling? Is hij daar absoluut. Mee? Hij heeft daar een eigen systeem, hè, waar hij helemaal naar kijkt. Ja, dus, dus dat bedoel ik, die verdieping in het voetbal gedeelte. We vergeten allemaal vrij snel waar we als club vandaan komen. Want zeker. 5, 6 jaar geleden waren we op sterven na dood. Onder de kant de eerste divisie en waren er 4 medewerkers, weet je wel. Dus, ja. Dus die kant hebben we met z'n allen ook gezien. Het is hartstikke knap, die ontwikkeling die jullie hebben. Ja, uiteindelijk is mijn taak als algemeen directeur om daar nooit meer terecht te komen. Nee. En maar de korte termijn wil je in de Eredivisie blijven. Maar de lange termijn is de continuïteit van de club. En daar ben ik voor aangesteld. En neem niet weg dat we intern natuurlijk gewoon een lat hoog leggen. En dat we met z'n allen zeggen van ja, we hebben die herkansing gekregen. Want zo zien we het gewoon. En we grijpen alles aan om nu in de Eredivisie te blijven. Hebben algemeen directeur eigenlijk een zaakwaarnemer? Weet ik niet. Kijk jou aan. In principe zijn het ook soms of vaak oud-spelers. En ja, als speler heb je een zaakwaarnemer. Okay. Dus. Heb jij een zaakwaarnemer of niet? Ik heb iemand die sinds dat ik 18 ben mijn zaak heeft. En die doet nu ook, heeft hem ook met RKC dan? Nee, heb ik zelf gedaan. Okay. Nee, want ik wilde vragen. Ik denk, maar hij zit tegenover me. Ik denk dat hij er al een voorcontract ligt met Frank. Mijn club in Nederland. Ja, dan moet je zijn zaakwaarnemer vragen. Nee, maar wat denk je? Als ik denk, Simon, een voorcontract voor de volgende club van Frank. Nee, er ligt nog geen voorcontract. Nee, maar wat denk je? Ik snap dat het er misschien niet ligt. Maar wat zou een goede stap zijn, denk je? Oh, dat is een moeilijke vraag, Niel. Een goede vraag. Ja, ik zou altijd, als ik een bepaald als speler ook, ik zou altijd een stappenplan hebben. Dus ik zou niet te snel springen. Ik zou de volgende etappe nemen. En de volgende etappe is weer een club die zich, nou ja, ik zou wel altijd een kleine ambitie hebben dat ik de mogelijkheid heb om richting een linker rijtje te kijken. Dus dan kijk ik hoger naar clubs. Ja, jij zit hoger. Ik denk enorm weg. Van Mosselveld in. Oh, leuk. Wel een mooie club om een mooie stap te maken. Ja, ik heb het al een keer naar hem geappt. Ik ben de aanvoerder van mijn fanclub. Omdat, weet je, precies wat jij zei, waar RKC vandaan komt en waar het nu staat en het beleid dat er gevoerd wordt. En juist omdat je bij AZ zijn mega ambitieus, maar wel realistisch. En ook hoe Robert die club heeft overgenomen, vind ik echt heel knap. Omdat daarvoor zat er een hele dominante directie, in de goede zin van het woord, met Gerbrands en Brands. En als ik zie hoe dat in de loop van de jaren, hoe het, ja, los van de rechtszaak. Er geen dominante. Nee, maar ik bedoel, kijk, Toon zie je best wel veel nog in de media en dat soort dingen. Ja. Dat zingen. En Marcel deed best wel veel dingetjes. Max, nooit. Robert, ja, ik vind het schandalig wat ze hebben gedaan met die rechtszaak. Ik vind het AZ onwaardig hoe ze dat hebben aangevlogen. Maar voor de rest, als je kijkt op zijn periode daar. Wat bedoel je? Ja. Die,
Maar je hebt dat zij de Rocky Balboa van de Zuidas hadden ingeschakeld om voor hun... Ja, oké, laten we dan even los van... Nee, maar dat gedeelte vind ik, hè. Ik vind dat zij alle recht hebben om te onderzoeken. Oké. Ik dacht je dat in twijfel... Nee, en zij hebben een hele goede jurist, hebben ze daar zitten. En Robert kent goede juristen. Maar dat je dan zo'n... Ja, ik weet niet. Ja, iemand die zichzelf de Rocky Balboa van de Zuidas noemt. En die overal in de media dingen roept. Waarvan ik denk, ja, staat AZ er überhaupt wel achter dat deze dingen geroepen worden? Dat vond ik AZ onwaardig. Omdat ik juist vind dat zij het beleid de afgelopen jaren zo goed hebben gedaan. Ook met John van den Brom, Arne. Iedereen wist op het moment dat Arne daar tekende. Nou, dat weet je ook. Dat Arne de gedroomde opvolger. Dat allemaal verlopen is. Wat zeg je? Was dat heel positief zodat allemaal gelopen is? Toen? Met John van den Brom en aan de slot overname. De aanwezigheid van Arne ook al toen John er nog zat. Nou ja, ik denk dat het een... Zal ik heel eerlijk zeggen? Ik denk dat het een reality check is geweest voor John van den Brom. Op dat moment. Maar dat heb ik nu ook gezegd, hoe het nu bij Utrecht gaat. Maar ik vind wel dat je concludeert nu... Ik heb met de directie mogen werken. Ton Gerbrands en Marcel Brands. Ja. Ik kan niet zeggen dat ik heel veel van de huidige directie weet. Maar ik weet wel een beetje wat bij AZ speelt. Ja. Jij concludeert heel veel nu... Wat je verneemt, zeg maar, wat uit de media gepresenteerd wordt door die gegeven. Nee, helemaal niet. Nee? Nee, gewoon van intern, hoe zij die processen hebben aangepakt. Maar omdat ze zijn nog ook heel direct en heel consequent als directie zijn er die twee. Nee, maar ik bedoel heel dominant naar buiten toe. Oh, dus, zo. Maar ik vind dat Gerbrands en Brands het uitstekend hebben gedaan. Die hebben het Marcel Brands is echt... Nou, die is natuurlijk ook bij RKC begonnen, maar... Mensen vergeten het kampioensteam wat ze ooit hebben opgebouwd. Is onwaarschijnlijk, als je kijkt wat voor spelers die heeft gehad. En hij heeft het ook wel eens uitgelegd. Dat hij Kevin Strootman wilde halen bij Sparta. En dat Sparta doodleuk zei, 6 miljoen. En zei hij, maar Niel, ik heb daar 3A-internationals voor gehaald. Ik heb Ortiz gehaald, Wermbloem en Rasmus Elm. En dan gaat Sparta 6 miljoen vragen. En dan denk je, ja, uiteindelijk die drie zijn allemaal voor miljoenen verkocht daarna. Ja, die man die heeft het zo goed gedaan. Maar nu... Is het zo lastig om zeg maar die directie op te volgen? En als ik zie doen Eenhoorn en dan Stewart, maar dan nu Eenhoorn en Huibert, ja, dat vind ik gewoon heel knap. Ja. En wat ik gewoon heel knap vind, dat zij gewoon hun werk doen en eigenlijk niet in de media zijn. Dat willen wij wel veranderen. Die moeten hier wel aan tafel. Nee, ja, Robert, dat heb ik heel graag. En Robert zegt, ja, ik ga, maar ja. Misschien hetgeen wat kan veranderen is een lekkere maaltijd. Een lekkere maaltijd? Heerlijk. Oké. Ja, Simon eet mee. Ik weet niet of... Eet jij mee? Ik eet lekker mee, jongens. Nee, eet je niet mee? Nee. Ja? Ik lust wel wat. Ja? Ben de broertje niet. We gaan een heerlijke uithouden. Goed zo. Oké. Nee, ik heb nog wel één vraag voor Frank, omdat mij dat heel erg integreerde. Maar voordat je vraag staat. Eens, opvolger? Dan tik het nu even af. Als Eenhoorn weggaat? Nee, ik zou het niet doen als ik Frank was. Als je Frank was? Ik wel. Nee. Als ik Frank was, zou ik het zeker doen. Nee, ik zou een kleinere stap nemen eerst als ik Frank was. Maar het punt is, bij AZ is de structuur is al erg goed. Dus als je daarin komt, ja, hij wordt daarin ondersteund, er wordt geholpen, hij gaat die volgende stappen maken. Ik denk dat het makkelijker instappen dan dat je algemeen directeur bij Dordrecht wordt. Bij zo'n ik zou ook, ik ook heb niet direct zien als stap omhoog. Nee, maar ik geef gewoon even een voorbeeld. Als jij, hij is natuurlijk nog een vrij jonge algemeen directeur. Ja. En dit zijn wel hele fijne clubs om te gaan werken. Ja, daar heb je wel een punt. Kijk, ik heb een maat, mag je ook zeggen, ik denk altijd aan de grootte van de club dan als Twente bijvoorbeeld. Maar dan moet je wel bij een stabiele club terechtkomen. Oh, maar goed, Twente is nog is veel te instabiel. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld, daar wil ik ook net nog wat over zeggen over Twente bijvoorbeeld. Over positieve... dat je in een positieve vibe zit, dan eigenlijk verlies waar je naartoe moet. Bij Twente praat iedereen erover dat je moet vestigen nu bij de eerste 9. Ik denk dat Twente gewoon lekker de komende 17 punten af moet tellen. Dat ze 34 punten hebben en dat ze veilig zijn. Maar het is toch schandalig dat zij zich bezighouden überhaupt met het sportieve. Nee, terwijl kijk, die club al jaren zo instabiel is financieel. Maar dat vind ik, omdat we daar nog net over hadden, hoe moet een club met een trainer omgaan. En dat is ook nu bij Twente het geval. Die druk van buiten komt. Blijft de redelijkheid bij de Raad van Commissaris. Ja. Zien ze inderdaad in dat wij... Oké, we blijven in de Eredivisie. Wat ze nog 3 jaar moeten. Want dan is het financiële plaatje weer iets stabieler dan dat het nu is. Blijft het bij Twente ook zo? Nou, dan heb je ook een club die weer interessant kan zijn voor een Frank. Nu de komende 3 jaar absoluut niet. Misschien ook de komende 5 jaar niet. Maar ik vind zulke clubs ook heel interessant om dan op te worden. AZ gaat die instappen bij een absolute club die op rolletjes loopt. Wat ook altijd heel gevaarlijk is. Zeker. Ja. Vind ik aan de ene kant. Terwijl AZ heel stabiel is en daar ook op voort kan beduren. Alleen wat mij integreerde bij jou of bij jullie, Frank, en misschien vind je die vraag heel irritant, gezien vorig jaar.
Jullie hebben inderdaad, vooral op zakengebied natuurlijk, zwarte cijfers, fantastisch huis gehouden bij RKC. En op een gegeven moment kom je in een fase terecht waar je weet, oké, op de manier wat wij eigenlijk willen, wat we uit willen stralen. Nou, komen we bij het voetbal, je weet mijn mening erover. Ja. Het voetbal wat we willen spelen, wij redden het niet om in de Eredivisie te blijven. En toch hebben jullie, nou ja, eigenlijk vastgehouden en hebben het voetbal blijven spelen met alle nederlagen of met alle, hoe moet ik dat zeggen, jeugdigheid ook in het spel, ja, om te blijven vasthouden. En dan maar het risico nemen degradatie. Terwijl je net schetst van, nou ja, het was leuk geweest voor ons natuurlijk ook om in de Eredivisie te blijven. Is dat niet ook met de trein een afspraak om te kunnen maken, wij moeten nu punten halen, wij gaan ons spel veranderen. Maar hebben jullie niet gedaan? Nee. Nou ja, heel simpel. We hebben een bepaalde visie op voetbal. Daar zoeken wij een trainer bij en daar selecteren de spelers bij. Ondanks dat wij geen jeugdopleiding hebben, zijn we wel een club die we vroeger ook altijd zijn geweest, die talenten de kans geven, zich ontwikkelen, van daaruit de stap maken. Nou ja, ik heb de mening en de visie, ik weet niet jullie over denken, een speler kan zich alleen maar ontwikkelen op het moment dat je elke dag bezig bent, of bijna elke dag, om te denken vanuit balbezit. Want daar heb je invloed op. Natuurlijk moet je rekening houden wat wat de tegenstander doet, daar moet je accenten aanbrengen. Alleen jouw spel, de ontwikkeling van jouw spel, daar kun je elke dag mee bezig zijn. Daarnaast is onze trainer een trainer die past bij die gedachten en willen we altijd van achteruit opbouwen. Er is één wedstrijd geweest dat we vorig jaar weggespeeld zijn, dat was in Alkmaar. Voor de rest hebben we overal meegedaan. En we hebben die wedstrijden verloren omdat wij net dat kwaliteit tekort kwamen. De kwaliteit om die goal te maken en kwaliteit om die goal tegen te houden. Tegelijkertijd zie je dat, ondanks dat we onderaan stonden, zijn er toch jongens zoals Leemans is nu weer basisspeler bij Zwolle, was weggegooid. Hannes Delcroix heeft gisteren zijn de debuut, hè, voor België. Debuut gemaakt voor België. Ja. Ja, echt heel knap. Ja. En uiteindelijk, elke club heeft zijn rol binnen het betaald voetbal. Ja. En ik denk dat wij die club zijn van ontwikkeling. En dan ga ik er liever uit met mooi voetbal. Dan dat ik twee keer te veel heb uitgegeven, dat het publiek ook nog wegloopt omdat het niet om aan te zien is. Want vroeg of laat ga je dan ook uit. Ja. Nee, ik ben met je eens. En dan voor de lange termijn heb je een veel groter probleem. En dan ben ik nog stellig van overtuigd dat deze manier van spelen wel je in de Eredivisie kan houden. En ik vind dat we persoonlijk dit seizoen nog niet hebben laten zien wat we vorig jaar hebben laten zien. Terwijl we wel meer kwaliteit hebben. Dus daar zit nog heel veel rek en potentie in. Maar goed, je hebt nu ook ervaring bijvoorbeeld met Veunen natuurlijk op 6. Die jou wel kan helpen. Want vorig jaar waren de linies vrij vaak uit elkaar. Nee, 100%. Vooral in balbezit. En daar heb je natuurlijk iemand erbij gehad. In die as, dat stukje ervaring inderdaad. Maar ook met Lamproe in de goal. Ondanks dat Vaas het prima gedaan heeft. En zeker in zijn debuutjaar in de Eredivisie. Maar ja, als je ziet wat Lamproe voor rust en ervaring brengt. Wat Veunen inderdaad voor rust ervaring brengt. Nou, met Ahmed Touba hebben we denk ik weer een heel groot talent. Links centraal achterin. Waardoor Meulensteen ook beter wordt. Dus ja, ik denk dat we daar voorin meer kwaliteit hebben gekregen. Dus wat dat dan gaat, is er nou een betere baas, een betere mix, zeg maar, tussen die jeugdigheid en die ervaring. En ik snap heus wel wat je zegt, hoor, want wij gaven af en toe wedstrijden weg dat je dacht van waarom ga je nu nog steeds een risico nemen. Dat ligt ook bij die spelers. Die zijn nu ook een jaar verder, een jaar Eredivisie. Die weten als ze een fout maken, ligt die binnen. Weet je wel, dus ja, ik begrijp jouw gedachten. En nee, ik zou er nooit in meegaan, want dat is precies de fout die er vaak... Maar als je kijkt, hè, nu met Lamproe, maar ook een Anita en Ola John is natuurlijk... Hè, maar als je dat is eigenlijk krankzinnig dat die gasten natuurlijk bij RKC spelen. Want? Nou, omdat normaal gesproken, als zij... Hè, er zitten overal krasjes op, want anders zitten ze niet bij RKC. Dat bedoel ik. Maar Kostas is één groot probleem waarom hij niet hoog speelt, is zijn lengte. Ja. Want hij heeft eigenlijk alles wat een keeper moet hebben. Ja. Nou, als hij nog 10, 15... Nee, maar weet je... Een ander voordeel, sorry dat ik je ontbreek nu, maar... een ander voordeel van de manier van spelen van vorig jaar... En dat klinkt gek, maar dat is de reden dat die spelers nu bij ons komen. Ja, dat wil ik net zeggen. En die konden naar die andere vijf rondom ons heen, konden ze ook naartoe. En ik denk dat jullie financieel daar, weet je, ik weet niet wat de bedragen zijn, maar dat zal wel redelijk ongeveer hetzelfde zijn. Ik denk dat jullie niet een partij zijn die uiteindelijk zegt, oké, wij kunnen nu iets extra's doen. Nee, kijk, heel simpel, als je als speler bij ons binnenkomt, dan is het eerste wat je duidelijk maken, dit kan je verdienen. Ja. Of je nou Anita bent, of je bent Bakari, of je bent Ola John, iedereen weet... Dat vind ik trouwens een leuke, Bakari.
Nou ja, het is ook een jongen, weet je wel, Bakari. Die is ontwikkeld. Naar maar die is toch als rechtsbuiten gehaald? Of ben ik nog gek? Nee, die is eigenlijk, dat is helemaal een leuk verhaal. Die is eigenlijk binnenkomen waaien en bij de belofte aangesloten 4 jaar geleden nu, denk ik. En zichzelf dusdanig ontwikkeld. Eigenlijk was die middenvelder, alleen ja, in mijn ogen mist hij zeg maar 360 blik zeg maar om middenveld. Heeft hij wel de drive en voetbalvermogen om zeg maar, van achteruit naar voren. Maar dan speelde hij vorig jaar bijna linksback, de hele jaar. En nu speelt hij op zijn positie waar hij eigenlijk terecht moet krijgen. En mooi is, hij is international van de Comoren, dan speelt hij links hangend. Ja, dus, ja wij hebben vorig jaar in de show gehad, toen speelde hij voor mij anderhalf jaar geleden tegen het Cameroen van Seedorf en Kluiver toen nog. Ja. Met de Comoren. Ja, klopt. Ja, dat is echt... Want jij stelde de vraag. Yo, ik weet het. Gaat gewoon weer een end weg. Nee, ik bedoel eigenlijk dat je normaal gesproken dat soort gasten niet, weet je. En ja, we hebben Gregory natuurlijk op een gegeven moment gehad, hè, die mee ging trainen. Ja, dus tweeledig. Je speelt in de Eredivisie, dus dan ben je interessant. Ja. Voor wie dan ook, want iedereen wil Eredivisie spelen. Je speelt een bepaald type spel. Wat spelers vorig jaar gezien hebben. Ja, en tuurlijk, Greg is aangesloten. Nou, dat brengt ook een vliegwiel. Furnen sluit aan. Nou, Ola sluit aan. Ja, op een gegeven moment dachten wij, op een gegeven moment, alles kan. Maar al die jongens hebben wel een verhaal, weet je wel. Ja. Wij zijn geen club om af te bouwen of om, kan ik nog een jaartje Eredivisie spelen. Greg wil zich supergraag weer bewijzen, wil weer voetballen. Furnen, denkt iedereen van, die was klaar, want zijn enkel blessure. Hij wil gewoon laten zien dat hij er nog is. En hij weet dat hij bij ons veel kan spelen. Ola, 60 clubs gehad bewijzen van. Wil gewoon stabiliteit nu. En heel Nederland tonen dat hij nog steeds kan voetballen. Weet je wel, dat zijn de jongens die passen bij RGC. En dan kijk je naar leeftijd, maar wij kijken liever naar ambitie. Wat wil iemand? En als je dan binnen de manier van spelen. En... Kijk, wij hebben het van mij wel een paar keer gehad, bijvoorbeeld over Gregory, hè, voordat hij die brief naar buiten kan. Ik denk dat jij natuurlijk al eerder wist wat er ongeveer speelde met hem, toch? Of niet? Ja, we werden niet verrast, nee. Nee, dat denk ik ook wel. En de jongens van de Core Podcast hebben het er uitgebreid over gehad, hè, over angst in de voetballerij. Ik weet niet of je hebt de brief meegekregen, toch, van Gregory van de Wiel. Ik weet niet of jij tijdens je carrière daar ook last van hebt gehad. Nee. Nee? Nee. Ja, dat is heel erg dat ik er nu achteraf zeg, maar voetbal was voor mij nooit zo belangrijk dat ik daar mijn leven door zo liet leiden. Ja, want hij wist op een gegeven moment gewoon echt niet meer wat hij moest met zijn leven. Dat hij elke dag opstond zonder, ja, wat doe ik nu eigenlijk? Hoe lang is Gregory gestopt geweest met voetbal? 2 jaar, zeg ik hem af. Anderhalf jaar. Want hij zat in die voorbereiding met Toronto FC voor mij en toen werd het bekend dat ze niet meer met hem door wilden. Stond nog... hoe groot Gregory destijds ook nog was, op de voorpagina van ESPN. Want daar zag ik het, dus de grootste Amerikaanse sportsite. En toen eigenlijk, mijn vriendin attendeerde me wel eens op Gregory, omdat hij bij op de Insta stond van zijn vriendin. En zei ze, maar dat is toch een voetballer? Ja, dat ja. Gezien. Heb je ook wel eens gezien? Die vriendin heb ik wel eens gezien. Oh, die vriendin heb je wel eens gezien. Ja, maar Gregory... Goh, verbazend nou helemaal niks, Koenstam. Nee, maar heel verbazend vind ik... Ik vind het... Ja, jullie hebben er allebei ook mee te maken. En ik toevallig nu ook, dat je veel meer ook kijkt naar andere spelers. Als spelers zijn, dan ben je natuurlijk eigenlijk alleen maar met jezelf bezig. Of met het team dan. Maar goed, eerste instantie bij jezelf. Maar nu dat je met spelers ook werkt, wat mij heel erg opvalt, is eigenlijk hoe... Nou, ik weet niet of dat eigenlijk gepast is om aan te spreken. Maar hoeveel onzekerheden er bij het individu van spelers eigenlijk ligt. Hoeveel spelers onzeker zijn, terwijl ze zo goed kunnen voetballen of zoveel talent hebben. Eigenlijk heel veel dingen mee hebben, maar dan... toch over alles twijfelen. En dat vind ik een... Nou ja, ik ben blij dat Greg dat nu openbaar kan zeggen. Maar dat is achteraf. Maar... Ja, kijk... dan ga je weer over vroeger, maar daar wil ik niet eens over hebben. Kijk, uiteindelijk had je had al de druk van de supporters. Je had de druk van de media. Ja. En daar is nu enorme druk van social media bijgekomen. Ja. Simpel voorbeeld, verder geen namen te noemen, maar... vorig jaar wij speelden eerste divisie, we gaan naar de Eredivisie, wij verliezen een paar wedstrijden. En sommige jongens die waren verbaasd dat ze in de supermarkt aangesproken werden hoe slecht het was. Daar kon helemaal niet mee omgaan. Nee. Ja. Dan kunnen we denken, ja, we doen niet zo treurig. Want, maar ik bedoel, en de huidige generatie wordt natuurlijk op een bepaalde manier, die groeit op een bepaalde manier op, wordt op een bepaalde manier opgevoed. Ja. Ja, dat alles volgens het perfecte plaatje moet. Dus ja, dan dat werkt... Die onzekerheid waar je het over hebt, werkt in de hand. Hoe werken jullie daarmee bij onder 21 Feyenoord? Feyenoord is een megaclub. Ja. We kunnen allemaal nu zeggen, we hebben het over Ajax, PSV en AZ klopt. Mm-hmm. Maar de grootte van Feyenoord is natuurlijk ver boven AZ.
De druk op de supporters. Hoe is het bij de spelers? Wat je merkt, en dat is niet alleen bij Feyenoord, maar dat zie je in het hele land, is dat grotere talenten, die krijgen op vrij jonge leeftijd, krijgen ze sowieso al een mooi salaris. Ja. Ze hebben over de duizenden volgers op Instagram. Dus die jongens die hebben op een gegeven moment zo'n status. En wat ze vooral niet willen, is die status kwijtraken. Dus falen wordt steeds moeilijker voor talenten. En dat vraagt, en ik denk dat daar ook wel een markt ligt voor in de toekomst, echt intensieve begeleiding. Zeker. Maar het is, weet je, Pantelis Hatzijakos eerder dit jaar in de podcast, hè, uitgefloten maandenlang door eigen publiek. Gewoon niet, geen sociale media. Bal. Ja. Ik was er toen Meiron geblesseerd raakte, AZ Feyenoord. En ik dacht, wat gebeurt hier? Gewoon elke keer dat hij de bal raakte, werd hij gewoon uitgefloten door het eigen publiek en dat soort dingen. Wat AZ-publiek? Door eigen publiek. Ja. Heeft heel diep gezeten. Is gaan praten, onder andere met de topsportcoördinator bij AZ. Bart Heuving heeft daar allemaal gesprekken over gevoerd. Is echt door teamgenoten ook geholpen. En nu, Grieks international basisspeler, iedereen, hè, Panta dit, Panta dat. Ja. Maar en Jurgen Ekkelenkamp, hè, morgen te horen in de podcast, die zegt ook, kijkt helemaal niks meer. Kijkt geen sociale media. 2 jaar geleden naar incident gehad op sociale media, dat hij ervan schrok van een reactie. Kijkt nu gewoon niks meer. Maar heb je dan als trainer bij online, heb je daar ook contact met de spelers? Of zijn het andere mensen, zoals nu, waar we het net over hebben bij AZ, met Bart en Marijn kennen we natuurlijk van AZ, die daar echt ook mee hebben. Maar heb je dat als trainer? Ga je daarmee confrontatie of zie je dat bij spelers? Voel je dat? Ja, je ziet dat. Hè, dus als eerst als trainer moet je dat constateren. Vervolgens ga je zelf die gesprekken aan met spelers. Je probeert te achterhalen waar het vandaan komt, hè, bepaald gedrag. Maar uiteindelijk moet je echt de diepte in. En daarom zei ik net al, ja, Bart Heuving bijvoorbeeld bij AZ, dat is een specialist. En die heeft echt regelmatig gesprekken met jongens als Pantelis, met Teun. Hoe ga je om met tegenslag? Hoe ga je om met bepaalde weerstanden? Ja, en nogmaals, dat wordt wel steeds belangrijker, omdat social media die is in het leven gekomen. Ja. 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 We hebben ook iemand, we werken al een tijdje samen met de Talentenacademie. Daan Ruiter, toch? Ja, Daan Ruiter is bij ons 2 keer in de week. En eigenlijk puur alleen voor de jongens. Ja. Zo 1-op-1, want uiteindelijk is het ook moeilijk om iets in een groep aan te geven. Ik vind het wel mooi dat jullie ook als RKC dat doen, hoor. Ja, het is toch een investering die jullie doen? Nee, zeker. Maar ik denk dat Koen kan beamen. Kijk, vroeger was je als hoofdtrainer overal verantwoordelijk voor. Maar er is zo enorm ontwikkeld. Dus we hebben overal eigenlijk specialisten voor aangenomen. Want ja, dat kun je bijna niet in je eentje als trainer. Ja. En daarnaast komt nog eens bij dat een jongen voelt zich misschien minder veilig bij een trainer. Want die heeft altijd in zijn achterhoofd, ja, dat is degene die me op moet stellen. Als ik nu ga zeggen, ik heb last van A, B of C. Ja. Weet je wel, dus ik ben er overtuigd van dat juist kan bijdragen aan het feit dat een jongen... Kijk, heel simpel, op het moment dat... Hij traint niet goed. Ja, hij traint niet goed. Ja. Er zit altijd een reden achter, weet precies. Je wel. Wat speelt ken je de reden al? Wat speelt er? Ben je ermee aan de slag gegaan? Ben je met die... Weet je wel, dus... Ja. Wat is er? Ik wist mijn redenen wel altijd waarom ik slecht trainde. Ja. Nee, maar jij zegt dat, maar... Maar ik vind het ook wel mooi, want uiteindelijk, weet je, is het heel vaak mensen die, hè, fans die thuis zitten, maar het incident, ik zat van de week ervan te lezen, jij hebt toen een boete uit moeten denken, ik weet niet of het een recordboete was bij RKC, was natuurlijk de reservekeeper die niet speelde. En zei, als ik ga trainen, dan kan ik nog wel iemand schoppen. Ja, inmiddels heb je het meegekregen? Etienne Fase, die baalde dat hij niet speelde. Vorig jaar alles gespeeld, dit jaar speelde hij niet. En die riep toen in een Brabants Dagblad, was het volgens mij, die zei, ja, als ik naar de training was geweest, had ik waarschijnlijk iemand geschopt, dus ik ben gewoon een dag thuis gebleven. Ja, wij lachen natuurlijk om, maar ja, dan zie jij krijgt dat natuurlijk ook door, denk je, ja, dan moet je een boete uitdelen, toch? Nou ja, hij is een jongen met hart op de tong en daar moet je weten hoe die omgaat, maar hij was op dat moment gewoon te ver gegaan, ook op de wedstrijddag, de dag voor de training, kon er gewoon niet met zijn teleurstelling omgaan, op de wedstrijddag een interview geven, ja, dan moet je ook als club ingrijpen, terwijl je eigenlijk dat is het laatste wat je wil doen. Ja. Alleen je moet wel een signaal afgeven naar de rest. Alleen vervolgens pak je zo'n jongen wel op en ga je ermee aan de slag. En wat ik net al aangaf. Daan is nu denk ik 2,5 jaar bij het elftal. Ook jongens die vertrokken zijn, die werken nog steeds individueel met hem om aan te geven. Ja, dan heb je over die talentcoach, hè? Daan Ruiter. Ja, precies. En uiteindelijk moet je als trainer... Moet jij weten hoe iemand als... Wij zitten hier met z'n vieren, zijn alle 4 andere persoonlijkheden. Mm. Als trainer moet je eerst weten wie iemand is, voordat je weet hoe je hem kan coachen, of hoe je kan bereiken, of hoe je moet benaderen. Want als je een team gewoon tegen iedereen hetzelfde zegt, ja, dan kun je er... Hoeveel trainers, ik hoef geen naam te hebben, hoeveel trainers heb jij gehad in je carrière die dat echt daadwerkelijk wisten? Hoe de karakters waren van de spelers, en dat die wisten, oké, die en die moet ik zo coachen.
Nou ja, dat maar jij legt het nu eigenlijk uit als... een getal noemen. 1, 2, 3. Hoeveel trainers heb je gehad? Die gaan niet al je al even nadenken. Nee, maar laat ik het zo zeggen. Heb je vaak het gevoel gehad van... En het is nu de wetenschap die je nu hebt. Hè? Misschien als speler dacht je destijds anders. Luister, ik wilde gaan zeggen, de trainers die ik heb ervaren als goed... Ja. Ja, daar kwalificeer je die als dat ze kon. En degene die kwalificeert als slecht, dan is meestal omdat die... Dus geen één. Ogen niet goed... geen één. Ja. Ja, maar ik verbaas me wel eens over. Als ik met trainers praat, dat misschien nog wel eigenlijk belangrijk is. Of je ziet dat een rechtsback te hoog staat of dat een linksbuiten naar binnen moet komen. Dat je uiteindelijk weet... De staf. Nee, maar ook als hoofdtrainer... Staf ik niet alleen een hoofdtrainer. Nee, maar ik vind het... Maar als hoofdtrainer wel dat je realiseert, ook al... Dat heeft ook met je staf te maken, maar ook met je spelers. Dat je weet hoe je bijvoorbeeld met Frank omgaat of met Simon als je met iemand coacht. Ja, en ik denk dat tijd van de trainer, zeker. Ja, maar ik denk niet dat je met iedereen... Ja, jij zou het wel als trainer... Maar je kan niet met iedereen door één deur. Ook niet met iedereen spelen. Dus ook als trainer heb je bepaalde beperkingen... met een speler waar je gewoon geen klik meer... Ja, maar het moet wel werkbaar zijn. Dus niet, je moet met iedereen door één komen. Daar heb je ook je stafleden voor. Daar heb je stafleden voor nodig. Die kan misschien beter met Piet dan met Jan. En dan, maar je bent wel eindverantwoordelijk als hoofdtrainer. Dat bedoel ik. Om te constateren van, hey, er klopt iets niet in zijn gedrag. Hij schakelt steeds niet om of hij rouwt te lang. Nee, wat is er met hem aan de hand? En ik heb misschien met jou die klik niet. Maar ik zorg wel dat mijn collega ervoor gaat zorgen... dat jouw gedrag straks weer positief is. Juist. En dat is inderdaad wel, kom je weer op de kunde ook van de hoofdcoach. En die moet daar wel echt kennis van hebben. Ja, want we hebben het heel veel gehad over, weet je, de kunde van de directeur, algemeen directeur, technisch directeur. Maar dat is natuurlijk, als we nu kijken hoe naar het trainersvak, wat er gevraagd wordt. Nou, jij hebt nu 3 jaar geleden coach betaald voetbal gehad? Ja, zoiets? 3 jaar geleden. Nee, ja, kijk, die ontwikkeling van jouw generatie trainers die nu actief zijn in de betaalde voetbal. En wat er nu ook weer achteraan gaat komen. Ja, dat is voor mij een hele positieve ontwikkeling. Dat het zeer zeker gaat over het voetbalinhoudelijke gedeelte. Maar veel meer over het menselijk aspect. En hoe je daar eigenlijk mee omgaat. Omdat je gewoon eigenlijk ben je een manager. En je hebt eigenlijk mensen om je heen die helpen om het voetballende gedeelte beter te maken. Maar je bent gewoon aan het managen. Je bent een manager. Ja. Ja, het voetbal vandaag de dag wordt natuurlijk steeds sneller. Dus de intensiteit gaat omhoog. We nemen allemaal goede inspanningsfysiologen in huis. Althans, dat proberen we denk ik als betaald voetbalclubs. Om ervoor te zorgen dat die jongens in ieder geval die fysieke belasting aankunnen. Alleen, voetbal vraagt niet alleen snelle sprinten, snelle schakelen. Het vraagt ook meer mentale weerbaarheid. Ja. Dus dat je het continu vol kunt blijven houden om die vieze meters te maken. Ja, en daar, nogmaals, ik denk dat er echt een enorme markt komt om daar de komende jaren stappen te gaan maken. Ik ben mooi. Ik heb daar een podcast mee opgenomen met iemand die er heel goed op is. Hij staat in Nederland, inspanningsfysioloog van Heracles, Colin de Graaf. En die had een heel duidelijk verhaal en dat soort over. En er zijn best wel veel trainers die me daarna geappt hebben. En ik zei, ja, je kan mij appen, je kan beter Colin appen. Weet je, over zijn theorie daarover. Hè? Die heeft natuurlijk ook een hele duidelijke visie over de fysieke belastheid van bepaalde spelers en dat soort dingen. En toen zeiden de trainers tegen mij, dat is de fysieke belasting. Maar wordt daar ook rekening gehouden met de mentale belasting? Want die heeft natuurlijk een hele duidelijke visie. En wordt er gewoon steeds meer gevraagd over. We zien Bayern München, we zien Liverpool. Als je ziet het tempo waarop die spelen. Ja, nogmaals, dus aan de ene kant is dat fysiek. Maar aan de andere kant is dat ook gewoon de mentale weerbaarheid om dat steeds weer op te kunnen brengen. Ja. En we lezen allemaal de stukken van Pepijn Leijners die zeggen dat die 3 spitsen de 6 man van de tegenpartij af kunnen jagen. Ja, dat is niet alleen fysiek. Nee. Dat is dat ook gewoon continu op kunnen brengen. En maar goed dat jij 10 jaar geleden prof was. Ik... Zo, goeiedag. Ik had denken, die mentale hoe staat Simon Tjommer in dit? Hij was keeper geworden, denk ik. Opvallend dat jij lacht. Nee, joh, dat had ik nooit gekund. Nee, maar kijk, laten we eerlijk wezen. 10 jaar geleden kon je nog wel eens een keertje met je arm zwaaien. Eerlijk. En dan schakel die 5 seconden later om. Ja. Ja. Vandaag de dag, dat kan steeds minder. Want dan ligt hij daar al in het mandje. Het spel gaat gewoon steeds sneller. Ik had dus... het. Hij komt. Ja, ja. Ja, ja, hij komt eraan. Pak jij hem. Nou ja, het is denk ik ook vooral niet zozeer... Ja, zeker ook een kwestie van willen, maar ook een kwestie van inzien. Dat het dus belangrijk is om die vuile meters... Ja. Want ik soms denk ik zelf ook wel, en alles heeft ook met niveau te maken, maar denk ja, die gasten zitten toch ook gewoon Liverpool te kijken? Ja. Tegenwoordig zie je zelfs Messi gewoon schakelen. Ja, dat is nog wel eens de moeilijkheid. Dat spelers, je komt met voorbeelden van... Je ziet die zalen toch jagen, terugschakelen, et cetera. Alleen die jongens die komen ook gewoon... Dat ze Messi van de week gewoon helemaal terug zien wandelen. Ja. Terwijl die tegenpartij gewoon indribbelt, weet je wel. Dan moet je even Messi beelden van 5 jaar geleden ook wel weer zien. Nee, maar je moet ook wel weer de diepte in met die spelers. Ja. Sommigen moet je echt gaan overtuigen. En de noodzaken van laten inzien. Maar dan kom je weer. Maar kom je wel echt een kwaliteit van de coach. Overtuigen. Is het dan niet eigenlijk al te laat dat je weet, dit gaat hem bijna niet meer worden?
Is het dan niet in de natuur van de speler al, weet je al dat, oké, dat kan hij misschien nu een half jaar opbrengen, omdat ik hem overtuig. Dan heb jij het wel voor elkaar, voor jouw team. Maar uiteindelijk weet je dat dit talent de komende 3 jaar deze prestatie... Ja, ik vind het de kunst van een coach. Ja, een goede coach, die moet ervoor zorgen dat die speler het ook doet als jij er niet meer bent. Snap je? Dus dat hij echt inziet. Ik begrijp het nu, weet je wel. Nu begrijp ik het. Ik weet dat het hem oplevert. Het is helder. Een van de mooiste voorbeelden is zeg maar Diego Simeone. Hoe hij zijn team, en dus maar niet uit wie het is, hè. Alle spelers gaan er aan mee. Fernando Torres, die liep bij Chelsea, liep 28 keer buiten spel. Want dan was hij aan het terugwandelen. Vervolgens ging hij weer naar Atletico. En dan zag je hem jagen als een dolle. Ja, ja maar dus, ik denk dus, dat bij Diego moet je ook niet blijven staan, denk ik. Nee, maar dus dan kom je bij de kwaliteit van de trainer. Ja, maar ook wel van de speler zelf. Want ik weet hoe Simon omgaat met spelers. En ik weet dat heel veel spelers vinden... dat vind ik wel echt heftig wat Simon vraagt, zeg maar, van spelers. Nou, misschien doe ik dat ook omdat ik het niet gedaan heb. Nee, maar ik bedoel meer... Ik zat een podcast te luisteren, een Amerikaans podcast... met een quarterback, Russell Wilson. En daar ging het over dat heel veel mensen zich bezighouden in de voorbereiding, hè, met hoe fit je bent, mentaal en dat soort dingen. Hij zei, nou, hij geeft dan tussen de 1 en 2 miljoen per jaar uit aan persoonlijke verzorging. En hè, dat kan ook van die salaris. Maar hij zegt, het belangrijkste voor mij is het herstel. Het herstel is voor mij het allerbelangrijkste. Dus hij heeft zo'n zak waar LeBron James ook altijd in gaat liggen, hè, met zuurstof en dat soort dingen. Hij heeft een diëtist die altijd meereist. Hij heeft 2 masseurs die altijd meereist en dat soort dingen. En ik denk dat een beetje langzaam in de voetballerij begint het nu. Maar dat, of je nou bij RKC speelt of bij NAC of bij Ajax en dat soort dingen. Nee, die mindset van dat je niet alleen voetballer bent op het veld. Dus als je bij RKC wegrijdt van het trainingscomplex. Maar dat dan eigenlijk het volgende gedeelte gebeurt van het profvoetballer zijn. Ja, klopt. Nee, 100%. Ja. Maar je slaat spijker op zijn kop. Want Koen zegt inderdaad, het gaat sneller, meer faciliteiten, betere specialisten. Alleen als je kijkt hoe wij als voetballers nog steeds topsport benaderen. Ja, vergeleken met andere sporten is het gewoon amateurniveau. Ja, ik vind dat echt. Als je individuele sporters kijkt. Maar ook als club zijn. Wat die ervoor laten en wat die ervoor doen. Maar hoe bedoel je als club zijn? Ja, ook als club zijn. Ik vind ook dat de intensiteit die spelers uiteindelijk moeten afwerken en moeten blijven op een club, is ook vaak een benadering van een amateur. Als jij kijkt wat de spelers... Als je een individuele sporter neemt, wat jij net schetst... die is vanaf 8:00 tot 5:00 met de individuele coach bezig. Nou, kan je zeggen, dat is een individuele... Dat klopt. Maar dat zou je kunnen benaderen met de voetbalclub. Dat je daar echt een dagtaak van maakt. Maar ook bij voetbalclubs is heel vaak zo. Ja. Om 2:00... Nou ja, ik heb nu niet de coronatijd. Dat weet ik, daar is alles anders. Ja. Maar vaak zie je de spelers toch echt om 2:30. Heb je tijd? Ja, zullen we even afspreken. Dus dan weet je, ze zijn niet meer bezig met hun vak. Maar leg mij al eens uit. Wat ik nooit begreep... Nou, ik begrijp het wel. Het interlandperiode, jongens. Hè, de training gaat omlaag. Hè, de intensiteit gaat omlaag. Jongens krijgen weekendje vrij. Jongens vliegen weg en dat soort dingen. Waarom is dat eigenlijk? Want ik snap, hè, om even het hoofd leeg te maken, maar je zit midden in het seizoen. Ja, maar als jij... Ja, doe jij maar. Dat is belangrijk. Ja, ik weet wel dat als jij 6 weken echt hebt geleverd, ja? Dat je een kort breekje van 2-3 dagen... Maar waarom? Prima in kunt plannen. Dat is onderbouwd door de inspanningsfysiologen. Dat je, als je 6 weken lang gas geven, kun je best weer even een kort breekje. Maar zijn er ook clubs die denken, oké, maar dat zijn juist de weken waar wij in het verschil kunnen maken? Nee, want nogmaals... Dat is allemaal al bewezen. Ja. Dat je dat breekje, ook mentaal, maar ook fysiek, eventjes nodig hebt om vervolgens weer... Kijk, het is ook weer niet een te lange break. Maar het is net even een korte break. Eventjes met je gezin op stap. Eventjes weer die ontspanning weer vinden. En vervolgens ga je weer verder. Dus okay, ja. dat zie je vaak na 6 weken. Zie je een kort breekje zie plaatsvinden. Oké. Okay. Nou ja, kijk, ik begrijp het wel. En die voetballers, die zitten er al... Die kijken er altijd naar uit. Zeker nu, Aniel, in dit seizoen. En Nederland is niet anders. Maar we zijn natuurlijk laat gestart. We moeten op tijd klaar zijn voor het EK. Ja. Dus er is waarschijnlijk geen winterstop. Ja, een hele korte, maar niet dat ze vrij zijn. 27 is nu 1 wedstrijd. Misschien komen er meer bij. Ja, dus AZ en Utrecht, die gaan gewoon door. Maar zeker... maar dit seizoen weer niet representatief, zeg maar. Nee, oké, maar dan nog. Je hebt continu elke week die opbouw van die druk. En die prestatie leveren in het weekend. Dan is het fijn als je heel even een paar dagen... En inderdaad, wat Koen zegt, moet er geen 7 zijn. Maar onze jongens zijn nu vrijdag, zaterdag, zondag even vrij. Ja, even met je gezin, even je hoofd leegmaken. Even wat anders denken. En tegelijkertijd heb je ook heel veel internationals die gaan gewoon maar door. Ja, en dat vinden we allemaal normaal. Ja, okay. Ja, maar kijk, ja, want het is natuurlijk, hè, het wordt al jaren gezegd, hè, dat inspanningsfysiologen dat zeggen en dat gedaan wordt. Maar ik ben wel eens benieuwd, zeg maar, of er een keer een club komt die zegt, nou ja, wij willen het wel eens een keer zien. En dat betekent niet dat je volle bak door gaat trainen, maar we houden de groep wel gewoon bij elkaar.
Ja, ik neem aan dat dit allemaal al lang breed is gedaan in het verleden. Nou ja, voor mij is het al ik zo ben oud, geen als specialist als het gaat om infusies. Nee. Ik heb er wel behoorlijk wat kennis van, maar ja, wij hadden bij AZ dat we Niels Kok en die ook behoorlijk hoog zitten. Ja, zeker. Ja, en als die dat zegt, dan neem ik dat blind van hem aan. Nou ja, goed. Vraag, word jij een bekende Nederlander als Disney de Feyenoord documentaire gaat uitzenden? Toevallig was ik gisteren op ik neem aan dat jij een hoofdrol krijgt, toch? Ik denk dat ik af en toe voorbij kom, ja. Ja? Ben je dan zo stiekem zo iemand die zit in de camera dan... Hey Dick, ik heb even een vraag. Dat je elke keer als die camera draait dat je... Koen is veel te bescheiden. Die gaat dan... Ik ga dat niet doen. Ik loop wanneer de weg. Ja. Nee. Maar hoe heb je... zie je ze lopen en... Gisteren waren ze in het stadion. Waren ze druk met Frank Arnezen waren ze bezig. Okay. Maar ze lopen ook op het jeugdcomplex. Ben jullie in de kleedkamer en dat soort dingen of niet? Nou ja, wij zijn op dit moment niet in de kleedkamer. Dat maar ze wel regelmatig op het complex. En dan zijn ze met spelers in de weer. En ik ben heel erg benieuwd wat eruit gaat komen. Ja. Ben jij een trainer die daar een voorstander van is? Of heb je daar niet zoveel mee? Nou, ik ben wel redelijk een controlfreak. Dus ik wil wel weten wat er naar buiten komt. Alleen ja, op dit moment ben ik niet in die positie om daar controle op uit te oefenen. Hoe ben jij daarin? Nee, ik denk dat je met de tijd mee moet gaan. En... ja, ik zou er heel vrij in zijn. Anderzijds, zeker in coronaperiode. Dat snap ik. Nee, maar ik wil nu. Maar ik denk, tot op zekere hoogte. Ik denk dat de hoofdtrainer daar altijd leidend is. Want die, is dat die, zo? Nee, je kan je als club zijn, dan kun je daar een bepaalde visie op hebben. Maar je hoofdtrainer is het belangrijkste die daar in mee moet. Ja? Ja, tuurlijk. Want? Je kunt, uiteindelijk kan dat zijn voorbereiding verstoren of nu over die camera's in de kleedkamer te zitten, weet je wel. Dus daarom snap ik wat Koen zegt. Hij zegt, ik wil de controle op hebben. Ik denk dat er geen hoofdtrainer in de wereld bestaat die zegt, doe maar en hoef niet te weten wat er gebeurt. Nou, ik bedoel niet lullen, maar als het bij Tottenham gebeurt en bij alle grote NFL en NBA ploegen. Ja, maar toch kan ik me gewoon heel goed voorstellen dat Mourinho wel eventjes eerst checkt wat er naar buiten komt precies. Nee, maar kijk, dat het gedraaid. Kijk, om je even mee te nemen in het proces. Er wordt heel veel gedraaid. Kijk, en dat is het eerste natuurlijk. Laat je die mensen toe in je kleedkamer. En natuurlijk zullen ze daar echt wel iets over gezegd hebben. Precies. Alleen Amazon en Netflix, die betalen wel zulke bedragen. Dat denk ik, ik heb het contract niet gezien met Disney. Maar ik denk dat Disney zegt, tuurlijk fijn, want je mag echt nog wel dingetjes hebben. En maar uiteindelijk bepalen wij natuurlijk, stel Dick Advocaat wordt ontslagen morgen, je weet het nog niet. Maar Dick Advocaat wordt morgen ontslagen door Arnezen. Ja, daar zijn zij bij met camera. En dat gaat ook uitgezonden worden. Ja, dat lijkt me best bijzonder. De unieke content die de supporter of de fan of die wil geven. Inderdaad. Dus ik denk dat het heel conservatief is om te denken, ja, dat gaan wij nooit doen. Dat is onzin. Ik denk dat we daarin mee moeten. Alleen wat Koen terecht zegt, ja, je wil wel een bepaalde controle erin hebben dat het niet ten koste gaat van. Nou ja, kijk, wij zijn 3 jaar geleden bij de KNVB begonnen, met onder 19. Hè. Toen zijn we meegegaan naar Finland, 3 dagen daar gedraaid. Was leuk. Nou, vorig jaar, vorig jaar was EK-kwalificatie onder 19. Zijn we 6 dagen intern gewerkt, hebben documentaire gemaakt. Nou, sinds dit seizoen heb je Jong Oranje. Heb je wel eens gekeken, de serie? Ja. Nou, voor mij is dat waanzinnige content. Ja, superleuk content. En... ik weet niet of het een extra boodschap heeft. Noah Lang, wat er gebeurde in de laatste aflevering. He, die hoort dat hij niet speelt. Trekt zijn shirt uit, gooit hem weg. Zit er nu niet bij. Myron, jij kent Myron goed. Myron had zich verslapen. Nou, dat is allemaal in beeld. Marcel Groninger pakt Myron tijdens de training even bij. Myron, 2 dingen. 1, morgen speel je niet. 2, als je dan invalt, wil ik wel de oude Myron zien. En als ik zie... ja, nee, maar als ik dan zie, zeg maar... voor ons is het waanzinnig om te zien hoe die processen werken. Maar wat het ook voor invloed heeft, denk ik, als je een goede kop op hebt, dat zowel Myron als Noah of als andere jongens zichzelf terugzien, dat ze zien wat hun gedrag nou eigenlijk is. En wat dat inhoudt. Dus ik wil niet zeggen dat het per se daarvoor wordt gemaakt, hè, dat het spelers ook leert nadenken over hun acties. Maar het helpt wel, denk ik. Ja, en tegelijkertijd moet het niet zo zijn dat ze zich anders gaan gedragen omdat ze weten dat er een camera draagt. Nee. Dus maar ik heb dat ook gevraagd aan de jongens van Jong Oranje. En ik heb toen zelf, toen wij draaiden, heb ik 1 speler, dat kan ik ook wel zeggen, Kjell Scherpen. Dat was na 1. Toen kwam Kjell even naar me toe. Die zei, ja, weet je, hoe zit dat nou precies? Nou, toen zijn we tijdens het fietsen, ben ik even een 30 minuten gaan uitleggen. En ik zei, Kjell, het allerbelangrijkste is, als jij het moment hebt dat jij denkt, dit verstoort de voorbereiding, zijn we weg. Als jij dat echt vindt. En uiteindelijk kwam hij toen naar hem toe en zei hij, nee, maar weet je, hij zei, ja, ik ben gewoon bang als ik iets stoms doe, dat we dat uitzetten. Ik zei, nee, en dat was natuurlijk een intern project van de KNVB. Dus toen heb ik gezegd, wij gaan nooit jou slecht in beeld brengen. Precies. Maar wel, zij verliezen in de 94e minuut, verliezen van Spanje onder 19, gaan niet naar het EK.
zien wel de woede van de bondscoach Maarten Stekelenburg op dat moment. Wat gewoon logisch is, want iedereen, je kan dat er niet uithalen. Nee. En ik moet zeggen, we hebben het met de KNVB gemaakt en er is eigenlijk niks uitgehaald. Omdat wij ook wel weten, ja, waarom zou je iemand schaden? Nee, precies. Maar dan worden er wel logische dingen uitgezonden, snap je? Ja. Dus dat trainer dan boos is, dat men is niet zo gek. Maar, nee, maar dat kan me wel voorstellen. Ding. Terwijl het niet leuke dingen zijn, hè? Nee, snap ik. Maar wel logische dingen. Ja. Kijk, ik kan me wel voorstellen, zoals Disney loopt nu bij ons rond. Ja. Er gebeuren ook wel eens dingen op een complex. Dat je denkt van, nou, dat heb ik even liever niet in beeld. Vertel, welke had jij eraf? Ik weet het niet. Ja. Ik weet het niet. Nee, ik loop niet de hele dag achter die cameralui aan. Nee. Alleen ik kan me best voorstellen dat een keer een speler iets doet of roept. Je weet hoe spelers onderling wel eens praten. Zeker 14, 15-jarigen. Je hebt wel eens dingen naar elkaar. Dat je denkt, nou, dat hoor ik liever niet terug op televisie. Nee. Nou, maar, even als voorbeeld. Ja, ik zou ik wel controle willen hebben. Ja. Nee, maar dat snap ik ook wel. Maar kijk, in principe de intentie van de maker is ook om een heel mooi product te leveren. En die maker weet ook, op het moment dat ik een kut product aflever of dat het iets gaat, dan kom ik nooit meer binnen. Dus dat is met jou hetzelfde. Kijk, die maker van Juventus, ik weet niet of je hem ooit hebt gezien. Ik mag hopen dat hij inmiddels weg is bij de UWV, maar de plaatselijke UWV, want die heeft zo'n dramatisch product afgeleverd. Terwijl de makers van Sunderland Till I Die, van Amazon, zowel bij Spurs als bij de NFL en bij Leeds. Ja. Maar kijk, aan de andere bellen kant. En die zeggen, hey Frank, we hebben Leeds gemaakt. Ja, dan zeg je ja. Als je nou Sunderland neemt, een fantastische documentaire om naar te kijken. Wie komt daar slecht uit? Wat dacht je van die eigenaar? Gewoon amateurs, eerste klas. Ja, maar, maar zou ik dus eigenaar zijn, zou ik dus niet willen dat dit op deze manier uitgezonden wordt. Want je wordt natuurlijk never nooit meer serieus genomen. Ja. Nee, dus maar moet je nagaan, dan ben je dus eigenaar en dan ga je over die deal. Ja, en dan, ja doe maar joh. Ja, en waarschijnlijk vindt hij het ook mooi. Ja, maar volgens mij meerdere, want ik heb het al heel veel gezien. Laatste speeldag in januari, clubs gaat weer niet goed. Ze hebben een spits nodig. Dus ze zitten dus. Nou, oké. Okay. Ik ben al algemeen directeur, technisch directeur, manager, adviseur, trainer. Zitten ze? We hebben een spits nodig. Oké. Okay. Ja, wat is het budget? 1 miljoen. Oké, nou, met lijst. Nee, lukt niet. En er zit iemand aan de andere kant van de lijn die denkt: oké, dit is een beginnend algemeen directeur. Kom maar goed. Ja, 1 miljoen is toch. Ja, hij wil 1,25. Nee. Nou, lang verhaal kort. Einde vanavond, uur voor dat deadline. 3,5 miljoen. Will Brick. Terwijl, en dan zie je al die drie zo kijken van. Ah, wat is hier net gebeurd? Ja. En dat is voor ons als kijker. Maar dus, als kijker is dat leuk, maar als bedrijf lijkt me dat echt schadelijk. Ja, maar als bedrijf. Het is zijn bedrijf. Dus dan heb ik ook geen excuses. Dan zeg ik over geen medelijden met dit soort mensen. Nee, snap ik. Alleen dit is wel waar we net over begonnen. Dit is wel gewoon helaas de situatie bij veel betaalde voetbalorganisaties. Ze worden dus geleid door dit soort mensen. Zou het alleen maar goed zijn eigenlijk, toch? Ja, misschien is het heel goed, ja. Nou, ja, dat er uiteindelijk doorgeselecteerd gaat worden en dat er betere mensen aan de top gaan komen. Ja, ik ben heel benieuwd. Voor mij in december komt die eerste. Was jij eigenlijk voor of tegen? Voor wat? In de kleedkamer? Totaal tegen. Oh, conservatieve Duitser. Zo. Ja, echt? Terwijl je ook gewoon van de NFL en zo? En, Nou ja, ik hou natuurlijk van de NFL. Ik ga de pre-season voorbereiding alles. Hard Knocks. Hard Knocks, ja. Al jarenlang fan. Alleen ik ben totaal tegen camera's in de kleedkamer. Ik vind het een heilige plek. Oké. Okay. Maar wat nou als het bij. Spelers die jij begeleid gebeurt? Ja, ik zal daar altijd negatief tegenover staan. Het kan wel. Ik ben overigens voor, hè, voordat je als afvinken. Maar... Dus Broes mag jou bellen als wij dit willen in de voorbereiding? Jawel. Ja, Broes gaat bij ons bij alle documentaires. Hè? Broes is hoofddocumentaire maken. Nee, maar dus het kan ook een middel zijn om jouw achterban te laten zien. Waarom een trainer bijvoorbeeld een bepaalde keuze maakt. Of waarom er iets gebeurt of waarom er iets voorvalt. Want iedereen heeft altijd zijn mening over. Hoezo heeft hij niet gewisseld? Of hoezo ging hij eruit? Of weet je wel? Dus het kan ook een middel zijn. Want tegenwoordig leest niemand meer de krant waar interviewtje in zit na de wedstrijd. Het kan ook een middel zijn om juist. Zeker. Maar je vindt het belangrijk. Meer mensen mee te nemen in wat je doet. Maar je vindt het belangrijk dat de achterban begrijpt waarom iets gedaan wordt? Als jij draagvlak en begrip wil tonen voor de keuze die iemand maakt of waarom je iets doet. Kan dat een middel zijn? Nee, er is iets anders dan draagvlak creëren dan luisteren. Dat je alleen maar luistert naar je achterban. Ik vind dat wel belangrijk. Als jij, kijk, Frank zit er nu al een paar jaar. Maar Frank gaat er waarschijnlijk ook naar AZ binnen nu en 3 jaar. En dan is het wel belangrijk dat die supporter van RKC nog steeds zich verbonden voelt met die club. Dus dan is het wel. Dat is wat ik zeg, het gaat, waar ik er straks om begon, het gaat om de transparantie. En of je nou zegt van ja, wij willen laatste worden of zegt niemand, maar dan moet je daar ook op die manier naar al jouw stakeholders communiceren, die transparantie. En dat zou een vorm kunnen zijn van bijvoorbeeld om uit te leggen waarom wij altijd het spel blijven spelen dat we spelen. Ja, maar ik vind bijvoorbeeld ook dat ik
het niet hoeft te begrijpen. Het is jullie visie. En ik ben er inderdaad wat conservatief in. En misschien ook wat anders opvoeden. Als een leider een bepaalde richting aangeeft, hoeft niet iedereen te weten waarom hij die richting aangeeft. Dat is voor mij heel belangrijk. Ik zeg ook niet, het is ook niet zo dat de fan vraagt, ja, ik moet het begrijpen. Het is meer als dat je als club wil laten zien van... je krijgt de mogelijkheid waarom je iets doet. En daar kan je zelf voor kiezen of je daar de gebruik van wil maken. Ja, en wat Niel inderdaad zegt, het moet niet zo zijn dat die achterban ook schreeuwen en nu dit of dat en dat je daarom iets doet. Lijkt me wel echt mooi bij Feyenoord, bij die achterban. Zo fanatiek dat die gewoon het beleid gaan maken. Lijkt me echt fantastisch. Ja, maar de ene denkt dat en de andere denkt dat dus. Overigens goed nieuws, of goed nieuws, eigenlijk helemaal geen goed nieuws. Slecht nieuws, Teun Koopmeijers, afgemeld net. Wel oranje. Zuren. Ja. Of corona. Ja, geen idee. Al apart gisteren. Kijk, dit middag, volgens mij. De eerste keer dat wij Frank leerden kennen. En toen dachten we, nou, we hoorden wel de wandelgang in Frank van Mosveld voetbal kennen. Toen zaten wij nog in het oude pand. En toen deden we, noem eens even spelers die bij twee clubs hebben gespeeld. En ik denk, Frank zei, die had net een podcast opgenomen over de eerste divisie. En Frank loopt weg en wij kijken elkaar zo aan. Wij denken namelijk best wel veel dat wij best wel veel weten. Maar Frank, ik denk oprecht dat ik niemand in de voetballerij weet die meer van voetbalfeitjes weet dan... Klaas-Jan Huntelaar. Klaas-Jan Huntelaar? By far. Weet hij nog meer? Stip, ja. Stijn Schaars. Ja? Ja, die weten echt heel veel, ja. Klaas die is... Maar hoe weet je dat? Heb je wel eens tegen... Eigenlijk met hem in Jong Oranje gespeeld, dus al even geleden. Maar die daar was ik van onder indruk, ja. Maar dan ging je tegen elkaar... Nee, maar gewoon zoals jij nu iets te tafel legt, dan had hij een antwoord over met voetbal. Maar weet jij een spelerspaspoortje uit je hoofd van Simon Tjonger? Nee, nou zet je hem onder druk. Dat is zoveel. Ja. Nee, maar allemaal weten, dat kan niet. Waar is hij begonnen? Oh, dan moeten ze ook nog op volgorde. Nou, als jij het begin even doet. Waar ik begonnen? Ja, in profvoetbal. Bij Twente. Ja, Twente, en toen? Schalke, denk ik. Ja. Ja. Roda? Ja. Ja, ben ik ook nog geweest. Naar Roda. Dan kijk naar de overkant. AZ, ja. En toen verhuurd aan? Vitesse? Nee. Slechtste periode van mijn carrière. Utrecht. Utrecht, ja. AZ werd toen kampioen, nog niet? Ja. Toen gingen we samen gevierd. Toen ging je draaien. Ik was ook weg toen. En toen? Naar Utrecht? Oh, vind ik lief dat jij dat erin brengt. Ja. Maar het lag wel degelijk aan mij. God, Frank, jongen. Heel Nederland kijkt nu mee. Ik zit hier op een voetstuk. Naar Red Bull Salzburg gaan. Ja. En toen terug Vitesse en Heracles. Dat was inderdaad heel veel. Zo. En toen bijna nog naar RKC. Daarom, omdat jij zo ging... bijna nog naar RKC. Bijna RKC, ja. Nou, het was Remco. Ik was bijna naar RKC. En voor de mensen die eraan twijfelen, die zeggen... Je kan Frank zien in de voetbalquiz bij ons. Ja, precies. Ja. Zeker, ja. Dus daar heb je het goed gedaan. Maar geen vervanger opgeroepen. Zudendet, ja. Okay. Dus geen vervanger opgeroepen. En in overleg met de medische staf is besloten Koopmeijers terug naar zijn club AZ te laten gaan. Wij hebben het er eerder over gehad vandaag. Maar ik zit hier met drie voetballers. Ik herhaal het nog maar eens. Dat Joey Veerman niet geselecteerd is voor Jong Oranje. Een van de beste interviews die ik ooit heb gehad van een speler op een negatieve situatie waar hij in terecht kwam. Heb je het gezien? Want Joey reageerde. Na Heerenveen AZ. Ja. Ja, Milan van Dongen met Joey Veerman. Ja, Joey kreeg dus de vraag, ja, vind je het niet verbazingwekkend over dat jij niet geselecteerd bent? En ik ben een van de voorstanders van Joey Veerman dat hij geselecteerd moet worden. Zegt hij, heb je de wedstrijd vandaag gezien? Ja, maar ja, het was een leuk antwoord. Ik vond het ook een leuk antwoord, is ook zo. Ja. Ik vond het heel goed, niet negatief uitleggen. Natuurlijk zegt hij ook, geeft hij aan dat de goede voetballer goed bezig is. Maar gewoon duidelijk ook zeggen van, ja, je kunt allemaal praten. En wat je dan wil, het is een feitelijk zo. Nou, ik moet ermee leven en ik moet kwaliteit leveren. En ik vind het bizar, want Milan van Dongen begint voor mij op zondag om 6:00 ochtends. Hè, dan gaat hij de make-up en dan gaat hij Goedemorgen Eredivisie. Die rijdt daarna door naar Heerenveen. En die is rete scherp. Want ja, leuk antwoord, Joey. Maar die selectie is natuurlijk bekendgemaakt voor deze wedstrijd. Ja. Maar sterk, er gaan nu heel veel verhalen dat het helemaal niks met voetbal te maken heeft. Ik net vragen, dat vind ik heel raar. Ja, je lacht, maar... Wat lacht? Ja, ik geloof dat. Hè? Jij gelooft dat, ja. Nee, maar als je niet weet wat het dan zou zijn. Ja, kan niet. Nee, maar het is zo. Kijk, Joe, zo denk ik dat het is. Ja. Omdat ik er ook wel eens verhalen over heb gehoord eerder. Ja. Joey is gewoon echt een fantastische voetballer. Alleen hij past, denk ik, gewoon niet in die groep. Want? Ja, dat is heel lastig te benoemen. Maar de groepsdynamiek, ik denk dat dat niet past. Ja. Maar wat denk jij? Ik denk dat dat de reden is.
Nou ja, Joey heeft natuurlijk een verleden met de KNVB. In vroege tijden ook dat hij niet is komen opdagen omdat hij op vakantie wil gaan en niet mee wil. Maar dat was ook de reden waarom hij pas nu bij Heerenveen speelt. Daarom hebben heel veel clubs hem niet genomen. Geen andere reden ook. Want voetballen kon hij altijd al. Dat is echt zo dat andere clubs dachten... De twijfel was aan de mentale weerbaarheid van Joey Veerman. Waar we het net over hadden. Is hij er echt in staat toe om op een hoog niveau te spelen? Voetballen kon hij altijd. Ja. En iedereen was gesmeerd van hem. En dat is natuurlijk het verleden. Maar als je mij als hoofdcoach dan zegt... En ik moet altijd voorzichtig zijn dat je niet te kritisch praat over coaches. Maar... Nou ja, je hebt verschillende smaken middenvelders. En ik kies nu voor een andere smaak. Ja, luister, als je die prestatie levert, die Joey Veerman, daar is helemaal geen twijfel over. Die moet je altijd qua kwaliteit bij de ploeg hebben. Ja, dus dat moet iets anders zien als je ziet wat ze al doorgeschoven hebben naar absoluut. Het A-elftal, ja, dan... Ik denk dat er geen discussie over. Nee. Nee, precies. Absoluut. Maar zit hem dus niet in voetbal. Nee. Maar ik... Maar zeg dat dan. En dan nog. Zit niet, uiteindelijk moet je volgens mij je beste spelen. En is het aan de trainer om mee te krijgen. Als jij een bepaalde groepsdynamiek hebt. Ja. En je weet, deze jongen past daar misschien niet helemaal bij. Qua topsportvoeding, qua slaap. Joey is, want dat gaat wel een ander type jongen dan de huidige generatie die vetpercentage altijd op orde hebben en dat soort zaken. Ik denk dat meespeelt. Ik weet, kan dat niet hard maken. Ik snap waar je naartoe wil, maar dan veroordeel je hem eigenlijk op zijn gedrag, terwijl je dat ook kan proberen te invloeden. Daarnaast zet je dan dus één jongen in een hele goede groepsdynamiek. Dan denk ik dat die ene daarin meegaat, dan dat die ene de rest eruit trekt. Dus nog even los van dat het volgens mij gaat om... Want we hebben het nu over Jong Oranje, er wordt heel makkelijk zo'n keuze gemaakt. Zou zo'n keuze ook bij het A-elftal gemaakt worden op het moment dat het... Ik heb even geen voorbeeld, maar ik bedoel... Als iemand echt voor jou een eindtoernooi kan beslissen of een wedstrijd kan beslissen... Frenkie de Jong. Ik zeg maar iets. Frenkie de Jong bij Oranje. Ik ken de situatie niet, maar ben ik hoofdtrainer... En ik heb een speler waarvan ik weet... Daardoor gaat Pietje en Jantje net even iets minder hard werken... Neem bijvoorbeeld Dani de Wit, dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Als zou ik met Dani de Wit moeten spelen, ik krijg energie daarvan. Als ik hem zie werken en vechten voor iedere meter, dan ga ik net even een stapje harder doen. Ja. Maar er zijn ook spelers waarvan die had ik moeten hebben in mijn team. Dat is misschien wel waar, maar er zijn ook spelers waarvan ik denk, als ik hem zie druk zetten, dan denk ik ook zelf van, je krijgt de kleren. Waardoor ik zelf net even iets minder ga presteren. Maar denk je dat ik weet niet dus of dat voor Joey Veerman geldt. Alleen als dat wel zou zijn, snap ik wel dat een trainer ook bij een A-elftal zegt, doe toch maar niet. Nee, ik moet wel even wat zeggen over Joey. Want het mooie is namelijk bij Joey. En ik weet precies wat je zegt. En we kennen Joey al heel lang. Ja. Maar het mooie is bij Joey. En dat wil ik ook benoemen. Ik weet nu hoe hij sinds hij bij Heerenveen is. Bezig is met zijn vak. En dat is een hele andere Joey Veerman. Dan we al die jaren daarvoor gezien hebben. Ja. Dus neemt niet weg dat ik begrijp, want het heeft niks met voetbal te maken. Maar de Joey Veerman is nu ook al in staat om echt ook naast het veld volledig... Nou, hij zegt twee keer. Kijk, wat de feiten zijn, hij heeft in het verleden problemen gehad. Hè, dat hij mee was met een jeugdploeg en dat hij heimwee was en die terug wilde keren. Hij heeft nu twee keer zich afgemeld bij Oranje gedurende de week. Terugkeer bij Heerenveen, week daarna gewoon gespeeld. Dus dat mensen ook wel zoiets hadden van hoe geblesseerd ben je dan als je je afmeldt voor Jong Oranje. Ik denk, als ik dat dan van de buitenkant kijk, die jongen heeft een probleem. En dat is niet leuk om te moeten, maar die jongen heeft echt oprecht een probleem. Dus in plaats van dat we zeggen van wat slecht dat hij dat doet, dat hij zich afmeldt en zo. Want voetballend is het zo'n goede jongen, maar ga dan met die jongen aan de slag. Nou, maar daar hebben we het net ook over. Wat doe je met de spelers? Zeker. Doe je met de spelers? Ja. Laat je vallen of pak je ze erbij? Ja. Ja, je hebt zeg maar dan, ik kende dit verhaal niet, maar je hebt dan volgens mij tussen interlandperiodes best wel een periode dat je bijvoorbeeld zo'n jongen kan bezoeken en een keer tuurlijk. Een gesprek aan. Ja, misschien is het gebeurd, hè? Laat ik dat voor, we weten dat is ook zo. Ik hoop dat Van der Looy morgen bij... Ik ben er dan transparant in en zeggen van, joh, dit is een voorgevallen, ze is zo een geweldig speler. Ja. Want anders lijkt het bijna een disqualificatie naar Heerenveen. Alsof ze daar als een of andere amateurclub... Nee, dat is heel goed. Snap je? Dus die jongen... Nee, maar dat ben ik ook met je eens, zeker. Het mooie is wel dat we deze discussie over één speler voeren bij Jong Oranje. Dat is wel een teken hoe goed we allemaal als voetballers... Ik las het verhaal... Het is een hele goede speler. Maar het zou dan nog kunnen zijn dat hij het zelf gewoon allemaal niet zo, zo interessant vindt in die groep. Doe me denken aan Bas Dost, hè? Bas Dost die op een gegeven moment zei... Oranje, toen hij bij Sporting Club de Portugal zat. Ja, maar dat was een hele andere verhaal. Nee, maar ik bedoel meer om te zeggen... Die zei op een gegeven moment, terwijl iedereen zegt, het is een eer voor Oranje te spelen, zei...
Ik voel me daar niet zo lang. Nee, ja, dat was bij Bas. Ik was die tijd, heb ik het meegemaakt hoe het bij Bas precies zat. En Bas gewoon, iedere keer had hij ergens zijn accu weer opgeladen. En zegt hij, nou, dan gaan we naar Nationaal Elftal. En ik laat het weer zien. En dan kreeg hij zijn 5 minuten invalbeurt. Ja. En dan dacht hij, ja, weet je. En dus iedere keer weer die hoop van, nou, ik wil ook laten zien hier. Ik maak mijn goals, ik ben er van Nederland. Want die trots is bij iedereen die er mag komen. Alleen op een gegeven moment was het zo. Hij merkte gewoon dat hij kon niks laten zien. Nee. Het werd hem ontnomen. Dus dan dacht hij, wat doe ik nou? Ga ik me focussen dan daarop? En werd iedere keer weer teruggelust. Dan moet ik mezelf weer opbouwen dat ik in de competitie weer presteer. Of zeg ik gewoon, weet je wat? Nu is het goed geweest. Ja. Dat was een reden bij Bas. En daar kan iedereen heel kritisch naar kijken. Maar ik denk dat het een heel volwassen beslissing van hem was toen. Ja. Nou ja, dat is een keuze en dan kom je terug bij persoonlijkheid. Want in principe heeft Luc de Jong hetzelfde meegemaakt. En nu heeft hij een trainer die wel een aanspeelpunt wil hebben in plaats van een bewegingsspeler. En nu is hij eerst spits in heel zelftal. Ja. Ja. Periode Koeman zou Memphis daar gewoon staan. En dan valt hij alleen in als we 1-0 achter staan. Ja, ja, en Luc is ook gewoon gebleven. Ik benoem het nu, maar ja, respect voor zijn carrière, hoe die daar. Want het was altijd, hij kan dit niet, hij kan dat niet, kan zus niet. Nou, als je bij Sevilla in spits bent, doelpunten maakt in... En ik denk dat Joey ook, hè, vorig jaar werd het natuurlijk... Hè, hij zei bij ons, ze wilden 15 miljoen hebben. Toen zei hij, dat gaat nooit. Nooit dat ik voor 15 miljoen wegga. Ik ga voor veel minder weg. Maar ik hoop het, hoe hij nu, wat hij doet en hoe hij zich ontwikkelt, dat hij volgend jaar gewoon bij een topclub in Nederland speelt. Dat zou ik heel fijn vinden. Spanje? Nee. Zo. Hij moet naar Spanje? Nee, niet topclub. Oh, nee, maar hij zou er wel passen bij Spanje. Dat type spel. Maar zou je hem niet eerst nog een jaar bij een topclub in Nederland willen zien? Nee, hoeft voor mij niet. Oké. Okay. Ik zou hem willen zien. Jouw club nu is zijn droomclub, Feyenoord. Hij zegt alleen, Feyenoord heeft geen geld. Dat zei hij zelf. Hij wilde heel graag. Feyenoord dat is zijn club. Dat is ook wel een kwestie. Het is een mooi onderwerp wat je nu aansnijdt. Kunnen de huidige talenten, de toptalenten, nog van de subtoppers überhaupt naar onze... Dat wilde ik net aansnijden. Kijk, uiteindelijk kan Ajax ze betalen en AZ BSV. De filosofie dat ze zelf opleiden voordat ze iemand halen. Overigens is Daniel de Witte de beste aankoop van de laatste 10 jaar, denk ik. Maar goed, dat zeiden. Maar, voor hoeveel? 1 miljoen, geloof ik. Ja. Maar inderdaad, wat Simon aansnijdt, 15 miljoen. Je kan niet meer van Vitesse... Maar Feyenoord te koop deze komende zomer... noem eens wat. Kutsu, Berghuis, Sinisterra heeft net zijn contract verlengd. Maar na de winterstop schiet hij er 12 in, die is ook weg. Nou, maar hebben we net over gehad, over geld besteden en fatsoenlijk huishouden. En ja, maar zou je dan... Nee, maar 15 miljoen... Maar zou je hem voor 8 miljoen halen als Feyenoord zijnde? Boah. Ja, en jij kent, als iemand die alle cijfers kent van de markt, ja, Frank zal dat ook wel kennen, maar dan weet jij het ook wel. Maar dat je hem haalt, je haalt hem voor 8 en uiteindelijk dat je de verwachting hebt. Volgens mij bedoel je de aansnijken. Uiteindelijk is er nu een internationaal markt ontstaan dat zeg maar die topclubs kunnen die space al niet meer halen. Nee. Want voor Veerman krijgen ze wel 15 miljoen uit Duitsland of uit Spanje of uit Italië. Ja. Ja. Ja, die Schouten, nou, die heeft iedereen laten lopen, maar ik bedoel. Die ging voor veel minder van Excelsior naar Italië. Maar dus het is niet zozeer... Als je Feyenoord belt, dan zeg je... Ja, 100% morgen halen hem op. Ja. Maar en dan kun je Heerenveen niet kwalijk nemen... Want uiteindelijk voor de hoogste prijs gewoon. Ja, en Feyenoord ook niet, want ja... De afweging kunnen we hem zelf opleiden... Of we gaan 15 miljoen investeren in. Juist. Het is ook weer niet dat hij er 30 maakt, zeg maar. Nee. Weet je wel? Nee, dus dat is zeker. Het is een ander soort voetballer. Die markt ontwikkelt zich nu zo... Dat het inderdaad al bijna onhaalbaar is... En alleen Ajax dat soort transfers kan doen. Want... Zullen wij gewoon eten? Laat die twee even. Nee. Sorry. Nee, geweldig uitgelegd. Ik vind het top. Kijk. Echt top gedaan. Nee, want en hier, hè, we hebben het over Joey Veerman. En alsof het zo moet zijn, 2 minuten geleden heeft hij gereageerd op, bij Heerenveen. Joey Veerman heeft er zelf voor gekozen om voorlopig niet uit te komen voor Jong Oranje. De 21-jarige middenvelder heeft dit in aanloop naar het EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland en Portugal laten weten aan bondscoach Aaron van der Looy. Na de samenstelling en het afhaken van andere middenvelders bij Jong Oranje kreeg Veerman en van der Looy diverse vragen waarom de speelmaker van Heerenveen niet werd geselecteerd. Aangezien dit Veerman zijn eigen keuze is, voelt hij zich nu geroepen om te reageren en een eind te maken aan alle speculaties. Nou. Allereerst wil ik zeggen dat ik het een eer vind om voor Jong Oranje uit te komen. Vanwege privéredenen wil ik mijn tijd in de interlandperiode voorlopig anders besteden. Dit is de reden dat ik niet ben opgeroepen. Ik focus mij de komende tijd op Heerenveen en hoop op een later moment mijn land te kunnen en mogen vertegenwoordigen.
Nou, leuke discussie gehad. We weten nu dat de topspeler is. Kom maar, Joey, had je dit niet fucking een half uur dat ik even kunnen doen? Nou, jongen. Ik kan te luisteren. Hij denkt, nou, ik zeg ook. Wat zeg je? Hij zit te luisteren. Joey zit te luisteren, ja. Heel goed. Het eten is er ook. Bruce heeft honger. Sorry. Ja, Frank. Zo werkt het als Bruce honger heeft. Dan kunnen we hier een hele discussie hebben en over dat soort dingen. Heb jij ook vrij nu? Interland weekend. Lekker weekend? Ja, weekend inderdaad, ja. Dus weekend vrij, ja. Okay. Ja, is dat voor jou? Ook weekend vrij. Ook vrij? En jij? Nee, niet vrij. Niet vrij? Oké, wat staat op het programma? Ik ga zondag Go Ahead Den Bosch. Voor Fox? Ja. Go Ahead Den Bosch. Oké, interessant. Veel plezier daarbij. Moelenga kijken. Moelenga, mooi hè. Kijken of hij wat meer minuten mag. Ik zag vandaag van de week een fantastische foto. Zo mooi. Zo mooie foto. Socrates Images had het. Je had hem geplaatst op Insta. Stoom, ja, precies. Ja, daar heb ik hem ook gezien. Dat is Broes' afdeling hoor. Dus daar heb ik allemaal niks meer mee te maken. Mooi. Goed. Dankjewel Frank. Koen, dankjewel. Succes. Ja, dankjewel. Simon, dankjewel. Veel plezier in de Adelaarshorst. Dankjewel. En dan zondag is het dus eerst... Voor mij, ik weet niet, is het tegelijk Jong Oranje of Oranje? Ze spelen allebei zondag, maar genoeg om te kijken. En de laatste vraag, is Volendam titelkandidaat? Je was zaterdag in Doetinchem. Ik ben onwijs gecharmeerd van Volendam. Oké. Ik ook. Ik ben helemaal overtuigd. Cambuur en Volendam. Wim Jong moet blijven? Er zijn twee plekken. Ja, alsjeblieft. Ja. Wil blijven? Ja. Oké. Ik was ploegen voor twee plekken. Je hebt natuurlijk altijd zo, ga je graag naar de keukenkampioendivisie kijken of liever Eredivisie? Nou, ik ben voorstander van Eredivisie kijken. Maar ik heb een fantastische wedstrijd gezien voor Volendam. En ik hoop dat ik ze nog vaak mag zien. Volendam en Cambuur zijn echt twee hele leuke ploegen om naar te kijken. Aangezien jij iedereen kent in de wereld. Nieuwe trainer van Fortuna wordt? Weet ik niet. Jawel. niet een Nederlander. Nee? Nee, dat vraag ik aan jou. Zonige, denk je? Wie? Zonige. Zoninger? Nee, ik weet niet wie je denkt. Die was bij Zoninger? Twente in beeld. Ja, precies. Die was bij Twente in beeld. Toen zei, Jan zei, ik wil alleen een Nederlander. Ja, was het die trainer? Ja, nee, ik weet het dus niet. Dus die gaat naar Fortuna? Die gaat niet naar Fortuna. Wie? Luukai. Josje Luukai? Nou, ze hadden geen Nederlander, toch? Hadden geen Nederlander. Of ieder geval, die verhalen hoorde ik. Maar jij weet het. Jij doet ik het. Heb geen idee. Serieus? Ik denk jouw volgende stap is... Even ze afkikken Fox. En dat is dan niet gewoon ESPN of Sky Sports. Is gewoon hier op het Mediapark. Goede tijden, slechte tijden. Godskleren, slechte tijden. Sommige dingen kun je niet zeggen. René Haken. Ja. Krijgt hij de kans? Ja, schijnt van wel. Kijk, nee, maar wat denk je? Ja, ik krijg de kans. Okay. Vooral ook een opleiding voor Ricky. Ja, ze gaan het intern oplossen. Maar Ricky is natuurlijk de gedoodverfde opvolger als hoofdcoach. En ik denk dat ze ook een goede daarin hebben. Ik hoorde uit de sport... Het feit dat René Haken zelf ook gewoon een hele goede trainer is. Zeker. René Haken hebben wij heel vaak over gehad. René Haken, zijn uitstraling heeft ervoor gezorgd dat hij heel vaak... een klus niet heeft gekregen. Weet je waarom ik René... Hele aardige man. Nee, maar dat zegt hij over de voetbalwereld. Ja, precies. Wat ik bij René heb, en dat is misschien heel... Nou ja, natuurlijk moet je ambitie hebben, daar hebben we het over. Maar het mooie bij René Haken is, de absolute toppositie voor een club als Utrecht heeft hij nu bekleed. Hij is een fantastische trainer voor de onder 23, voor Jong Utrecht. Speelt keukenkampioendivisie. Voor Utrecht moet ze maar echt jij, zorgen... Maar jij ziet hem dus niet als hoofdtrainer van Utrecht. Jawel, dat nee, wel. Maar want dat zeg je nu. Nee, ik zie hem juist daarvoor. Hij kan echt de spin in het web worden bij Utrecht met alle spelers die doorstromen. Dan heeft hij een vaste baan. Ik hoorde dus in de wandelgangen, en dat komt meer uit het, de mensen die geld in Utrecht stoppen. Dit is niet het uithangbord wat we willen hebben met Utrecht. Nou, ik hoop wel in de club zelf. Ik hoop dat maar dus hè, de alle bemoeienissen en dat soort dingen. John van der Brom, die gek werd hè, de laatste week, dat hij verantwoording moest afleggen. En ik weet niet of hij het zo heeft gezegd, maar dat hij nog ineens aan mensen uit moest leggen die helemaal niet wisten of er wel lucht in een bal zat. Daar moest hij zo'n van, weet je? Ja, er spelen ook andere dingen. Maar goed. Bruce gaat me ongeveer vermoorden. Het is etenstijd. Ja. Iedereen goed weekend en graag volgende week terug met een nieuwe uitzending. Graag tot dan. Dag. Ja.